man, waar zijn we? Oh. Ergens in de polder, aan de A29. Hoe weet je dat? En hier zou ergens een bushalte of een busstation moeten zijn. Jee. Ziet er altijd zo uit, 's ochtends. Dat weet je toch? Oh, ik heb dorst, joh. Het was mijn verjaardag wel, moet ik zeggen. Ja, en het mooie is, we hebben het gewoon lekker met een klein groepje gevierd. Ja, alleen... het mocht niet anders natuurlijk. Nee, maar, we zijn alleen vannacht wel een stukje gaan wandelen alvast. Want we moesten vandaag met Gunter Wijd natuurlijk naar Sint-Antoniepolder. West-Maas. En Klaarswal. 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 Ja. Jongens, wat zie ik daar nou toch? Man. Even kijken hoor. Wat zijn jullie hier allemaal aan het doen? Nou, we hebben gisteren een feestje gehad van Ton, die was jarig. En dat hebben we in de polder gevierd, in verband met de 1,5 meter afstand. En we hebben vandaag een opname van Gunter Wijd. En we zouden hier ergens een busstation... We moeten naar Sint-Antoniepolder vandaag. En naar, waar moesten we nog meer? West-Maas. En Klaarswal. Klaarswal. Ja, nou ja, kom maar mee dan. Kijk, moet jullie weer rijden? Want, ja, kom maar mee, want hier wordt niks. We moeten wel even de troep opruimen nog. Kan dat? Ja, rustig al, hè. Het was wel gezellig, hè, gisteren. Het was berengezellig. Ja. Maar wij hebben het goed doorgebracht zo. Dit is echt een drama vandaag. Wim, ondanks alles gaan we er weer een topdagje van maken. We gaan een topdag maken met Gunter Wijd. Chauffeur, wat is uw naam? Ja, mijn naam is Kevin Strijker. Kevin, mogen we vandaag met jou mee dan? Ik wil jullie wel een rondje Hoekzwaard laten zien. Ah, dan gaan we met jou mee. Ik ga hier zitten. Kevin, we beginnen in de Sint-Antoniepolder. Dan gaan we daar gelijk naartoe. Wilde tocht. En veel hoofdpijn en veel drank. Zijn we aangekomen in Sint-Antoniepolder, Wim. Ja. Waar we aflevering 8 alweer gaan maken van Gunter Wijd. Gunter Wijd. Wat een leuke reacties krijgen we, Wim. Ja, het is echt ongelooflijk. Dat willen we ook blijven doen. Maar ja, vorige week waren we er even een weekje niet. Klopt. We hadden gezegd, we doen 2 afleveringen. Oorspronkelijk was de gedachte. Maar ja, het zijn er iets meer geworden. En ik vind het zelf ook leuk, jij. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, hè. Nou, we zijn in, zoals we zeiden, in Sint-Antoniepolder en daar hebben we een afspraak met Gabriel, geloof ik. Ja, Gabriel in het veld. Gabriel in het veld. We hadden oorspronkelijk zijn zoon Jesse. Ja. Dat is de molenaar in Puttershoek, maar die kon niet. Dus nu hebben we Gabriel in het veld. Kijk, goeiedag Gabriel. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Wat woon jij hier mooi? Ja, schitterend. Paradijsje op aarde. Woon je hier al heel lang? Nou, wij wonen hier zeg maar, ik ben de vijfde of de vierde generatie zeg maar, die hier aan deze dijk gewoond heb. Dus we zijn ooit begonnen op het begin van de dijk bij de boerderij. Met de familie, met de grootouders zeg maar. En wij wonen er nog steeds. Dus mijn zoon, als die dan hier terecht komt, zou het de vijfde generatie zijn. Dat is Jesse. Dus. Dat is Jesse. Dat is de molenaar. Dat is de molenaar. Hij bent op zoek, hè? Helemaal goed. De jongste molenaar, geloof ik, hè? Nou, niet meer hoor. Nee, maar, niet meer. Kijk, er zijn er. Ja, hij is inmiddels wel wat ouder geworden. Hij is 25. Maar het is nog steeds wel de jongste molenaar die erbij gekomen is. En hij studeert daar ook voor. Dus hij weet veel van die molens af. Wat doe je zelf? Ik ben zelf eigenlijk een jaar of 7 ben ik gestopt. Ik had Nieuwland in Klaarswal, zeg maar. En daar ben ik nu wel mee verder gegaan, die jaren. Maar eigenlijk grote feesten op locatie. Dus exclusieve bruiloften en dat soort dingen. En dat doen we nu. En hier heel de boel een beetje onderhouden. Hey Tom, gisteren met jouw verjaardag hadden we beter hem in kunnen huren. Ja, nou lag ik ergens in een polder. Dus dat had een... Maar Gabriel, Sint-Antoniepolder. Ja. We hadden elkaar gisteren aan de lijn. Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord als Hoekzewaarder. Nee. Bijzondere plek. Uiteraard. Ja, kijk, het is een van de oudste polders natuurlijk van de Hoekse Waard. Hij is natuurlijk, hij heeft de Sint-Elisabeth-vloed doorstaan. En daar is hij eigenlijk herkenbaar om. En hij heeft het oudste gebouw van heel de Hoekse Waard heeft hij daar staan.
En dat is natuurlijk de kerktoren. Ja, wat hier gebleven is natuurlijk. Doordat ja. Maar komt dat omdat het hier wat hoger ligt dat het de Elisabethvloed heeft overleefd? Nou, die Sint-Elisabethvloed die was eigenlijk tijdig was die ingepolderd destijds. Door, ja, dat waren allemaal hoge heilige heren, zeg maar, die vroeger... daar een beetje het zeggenschap hadden, want het hoorde vroeger, laat ik zo zeggen, als je heel ver terug gaat, hoorde het bij België. En daar stelden ze iemand in, Wekel, vanuit Dordrecht weer, en die moest dat weer inpolderen. En dat was eigenlijk, net voor die Sint-Elisabethvloed was dat gebeurd, of net 60, 70 jaar ervoor. En dat was misschien het geluk. Weet je wanneer die Sint-Elisabethvloed was? Want wij hebben het al vaker in de uitzending gehad. 1421. Ja. Dat is een van de vele, hoor, want ik bedoel, Sint-Elisabeth, dat heeft de populairste naam. En volgend jaar is het 600 jaar bestaan, want dan is het 2021. Dan moet hier een grote herdenking komen. En dat zou heel misschien hier in dit gebied, misschien wel hier bij ons, gebeuren. Zijn ze daar al over bezig? Ja, we hebben er gesprek over, laat ik zo met zeggen. Met de gemeente Hoeksewaard? Met de gemeente Hoeksewaard, ja. Hoeveel inwoners heeft het hier nou nog? Hier bedoel je dit buurtschap? Ja? Nou, geen idee. Geen idee. Nee, het is eigenlijk een... wij zijn hier, laat ik zeggen, dit is dan de Appelendijkwekel, noemen ze dat in de volksmond. En dat is dan, daar begint de Sint-Antoniepolder, het Zwanengat. Nou, Zwanengat heeft ook een historische naam gekregen eigenlijk. Maar het is aan elkaar verbonden. Eigenlijk ooit in de, denk van de late middeleeuwen, zeg maar. Dat daar loopt de oude Ritselaarsdijk. Daar ben je niet heen gekomen, maar dat is die dijk die daarheen gaat. Richting Westmaas. Dat heet de oude Ritselaarsdijk. En dat ging eigenlijk weer rondom het Munnikendijk, om in de Munnikenweg. Dat was één weg eigenlijk. En dit was natuurlijk de Sint-Antoniepolder. En toen hebben ze later gewoon die aansluiting gemaakt. Dat noemden ze de Rijsselaren. Dat is wel een Belgische naam. Ja, Rijsselaren, maar dat zal best wel. Het had natuurlijk allemaal hele andere namen. En die Appeldijk, omdat hier appelbomen staan, stonden? Ja, die stonden er vroeger. Deze bomen stonden er niet, maar er stonden veel oudere bomen stonden hier. En die vormden ook een hele mooie haagwekel over de weg heen, want dat groeide naar elkaar toe. En dat weet ik als kind zijnde ook nog, want wij fietsten daar natuurlijk naar school en daar zag je dat. Maar toen kreeg je natuurlijk, dat had je veel, kreeg je de rooipremies. Ja, die zorgden ervoor dat de boeren, zeg maar, die bomen hadden staan, die kregen een rooipremie. Dat was een soort verkapte subsidie. En daar konden ze weer iets anders mee gaan creëren, om weer er brood mee te verdienen. Dus al die bomen werden resoluut allemaal omgezaagd. Wij hadden zelf boomgaarden. Nou, dat leverde niet veel meer op. Dus die boomgaarden hebben we eigenlijk allemaal gerooid, het hout verkocht. En vervolgens hebben we daar gewoon landbouwgrond van gemaakt. Maar deze dijk, dat was natuurlijk ook in pacht, zeg maar, van hier een eigenaar hier op de hoek. Ja, en dat was wel dat was een kaalslag. Wat ben je gaan telen doen? Wij zelf hadden natuurlijk van alles wat. Het was een heel klein agrarisch bedrijf wat we hadden. We met wat koeien en wat schapen, wat kippen. En we deden van alles. Maar dat is al in de vroeg 70er jaren zijn wij daarmee gestopt. Dat was hiernaast, zeg maar. Ja. Gabri, in die buurtschap hebben ze vaak ook dorpsfeesten. Ja. Omdat het een hechte kern is. Ja. Is dat hier ook zo? Nou, we hadden hier vroeger in dit kippenhok, zeg maar, dat waren kippenhokken. Daar hadden we eigenlijk het buurtfeest. En dat was feest was heel leuk, hoor. Dat deden we met heel de buurt. We verkochten kaarten voor een tientje of zoiets, in guldens. Dan kwamen we bij elkaar, dan deden we allemaal een beetje een toneelstukje of een act. Maar ja, vooral veel drinken natuurlijk. Het was gezellig, feesten. Denk je daar nog wel eens terug aan die tijd? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat was een geweldige tijd. En daar hingen we achter in de schuur. Hingen we een soort poster op van lang leven het zilveren bruidspaar. En als dan de politie kwam, dat was toen de tijd ook al, die kwam controleren. Dan waren we ingedekt. Ja, dat was er eentje die was zoveel jaar getrouwd. Prettige avond, zei ze. Ja. Geweldig. Ja. Wij zijn dit programma begonnen vanwege corona. Ja. Voor de ouderen. Ja. Wat merk je hier op Sint-Antoniepolder? Niks. Nee? Nee, niks. Maar we houden afstand, omdat we zeg maar in die afstand wonen. Ja. We gaan nergens naartoe. We doen natuurlijk wel wekelijks onze boodschappen, maar we gaan het niet opzoeken. We hoeven het ook niet op te zoeken. En we zien elkaar ook regelmatig. We kunnen ook eigenlijk gewoon bij elkaar komen, want we weten gewoon van elkaar hoe je staat. Ja. Oudere mensen die houden afstand, logisch. Want ik bedoel, ja, ik kan me eigenlijk voorstellen dat je toch redelijk bang bent als je, ook al ben je oud, ben je toch bang dat je zoiets krijgt. En we gaan zo ook naar een ouder iemand toe? Ja, ouder iemand, ja, die heeft het gehad. Die heeft het gehad? Ja. Ja. Gabi, we hebben een mooie oude ZWM-bus geregeld. Je zal het nog wel herkennen van vroeger, denk ik. Ja, zeker. Maar ik heb er weinig in gereden, hoor. Ja. Ja.
Nou ja, we willen je nou uitnodigen eigenlijk om met ons mee te gaan om Sint-Antoniepolder te ontdekken. Nou, graag. Ja? Ja, graag. Ga je mee? Ja. Kom. Nu dan aan de Ritselaarsdijk. Dit is eigenlijk het ouderlijk huis waar we vroeger was, een boerderij. Dat is uit 1932 ongeveer. En daar woont nu mijn neef in. Ja, hier op de hoek, zeg maar, waar het nieuwe huis staat. Met het rieten dak bedoel je? Ja, met het rieten dak, hier aan de linkerkant. Er heeft vroeger hier, zeg maar, op de hoek precies, heb daar een huisje gestaan. Dat heette De Zwaan. En dat was eigenlijk altijd, vroeger was dat een soort herberg of zo, weet ik wel. Een soort, ja, vroeger hadden alle dijkjes hadden verschillende koffiepunten of... Hoe dat je het wil noemen, kleine kroegjes, weet je wel. En hoe lang geleden is dat er weggegaan? Dit is een jaar of vier geleden is dat gesloopt. Was dat een oud gebouw? Dat was een heel oud gebouw, ja. Dat was vroeger... Is dat vernoemd eigenlijk naar het Zwanengat? Ja, het heet het Zwaantje, ja. En dat gaat dan door, zeg maar. Dit is het Zwanengat dan, hè? Ja, dat is het Zwanengat. En zo meteen na dat tweede huisje wat je hier ziet, zeg maar, dan kijk je over de Binnenmaas. En dat is echt de kom van de Binnenmaas, zeg maar, van het Zwanengat. En dat, ja, dat... Ze zeggen, dat zijn aannames, weet ik wel, dat hier vroeger, dat hier zwanen gekweekt werden, zeg maar, als een soort symbool van de edelen. Maar ook dat ze gegeten werden, zwanen vroeger. Dat heette zwanendriften. Dat is hier en daar aan die kant, aan de linkerkant, waar die bootjes liggen. Het zijn zeker dure huisjes hier, Gabriel. Ja, deze huizen zijn allemaal heel erg in trek op het moment. Want ja. Alle mensen na de corona willen niet meer in appartementen wonen. En die willen allemaal naar de Hoekse Waard, lekker vrij. Maar ja, het is natuurlijk, ja, het komt een einde aan als alles verkocht is. Wanneer heb jij voor het laatst geschaatst hier op de Binnenmaas, Gabi? Ik meen, ja, nog niet zo gek lang geleden hoor. Ik denk een jaar of twee geleden. Toen heeft hij nog dicht gelegen? Ja, toen was het, want het water is kraakhelder en... Je moet het zo zien, er lag een laag ijs op, maar je keek op de bodem. En dat heb ik zelf ook nooit gezien, maar dat komt omdat die waterkwaliteit heel erg verbeterd is. En daardoor ging er niemand op die Binnenmaas, omdat het heel eng is dat je de bodem ziet. Op dit plek, hier bij deze oude boom, zeg maar. Aan de rechterkant? Aan de rechterkant, hier waar we nu voorbij rijden, die boom is, ja, die is misschien wel, ik denk van 150 jaar oud. Daar stond vroeger het huisje, zeg maar, van Basjaan in het veld. Dat was de plaatselijke houthakker. Hij verkocht spijkers, prikkeldraad, weet ik het wat allemaal. Je kon er een biertje kopen, echt een lekkere biertje, altijd over de datum. Maar het lag hier dikwijls vol met mensen uit de buurt. Maar brouwde hij dat zelf, ja, dat bier? En over die man, zeg maar, Pleun Troost, dat was vroeger een schrijver, een oude romanschrijver uit Meiseeland. Die heeft een boek geschreven, dat heette De Wijsgeer uit de Polder. Die man die wist alles. Okay. Het was echt een, al had hij in deze tijd geleefd, had hij universiteit kunnen doorlopen. Maar die boom werd niet gerooid. Daar kregen ze geen rooipremie voor. Nee, die man die was echt heel precies hoor. Wilge takjes aan elkaar. Heel bossen maakten die ervan. Alles verkochten ze. Maar dat kon toen de tijd. Nou, hier heb je de oeverlanden, zeg maar, van de Binnenmaas. Dat is allemaal nieuwe natuurgronden geworden. Zeg maar, om, ja, voor de vogels en vooral de ganzen. Die huisjes die daar aan de linkerkant zijn, ja. Zijn dat vakantiehuisjes? Wat zijn dat? Ja, dat zijn eigenlijk allemaal weekendhuizen, zeg maar. Die stonden er vroeger al in een heel andere vorm. En nu zijn het allemaal sterk verbeterde huizen geworden. Je kan er bijna in wonen, laat ik zo stellen. Alles zit erin, cv. Jij zei net van de waterkwaliteit van de Binnenmaas die is verbeterd. Hoe komt dat? Wat is er gebeurd? Ja, kijk, je hebt bepaalde normen die je volgens Europese regelgeving moet hanteren. En dat is in heel Nederland. Kijk, alles moet natuurlijk schoner worden en dat wordt het ook wel. Dus ze hebben bijvoorbeeld alle vissen die diep in de modder zitten, hebben ze leeggevist, zeg maar. En daardoor is het water wat stil komen te staan. Dus dan krijg je wat meer bezinksel. En ja, goed, dan kunnen we aan die normen voldoen. Die de Europese Unie stelt. Juist. Ja, je ziet echt alle vissen zie je zwemmen. Als je bij mij achter staat, zeg maar, zie je gewoon de karpers voorbij komen. En zeker in de paaitijd. Dat is een heel mooi gezicht. Maar het is ook best wel een onwezenlijk gezicht, omdat ja, ik heb dat zeg maar 50, 60 jaar niet meegemaakt. Zien jullie de Sint-Antoniepolder echt als een aparte buurtschap, gemeente, of valt er nog een deel echt onder West-Maas of Maasdam? Nou ja, kijk, het is vroeger natuurlijk een eigen dorp geweest, hè. Sint-Antoniepolder is eigenlijk tot,
ja, laat ik zeggen, tot 1812 of zo, 1815, is dat zelfstandig geweest. En toen is het naar Maasdam gegaan. En van Maasdam is het weer zelfstandig geworden. En daarna, ik geloof 1832, ja, toen is het naar Maasdam gegaan. Ja. Ja, maar Silverzoek heeft er ook vroeger, heel vroeger weer aan vastgezeten. En die zijn volgens mij rond 1600 daar weer vandaan gegaan. Ja. Nou, hier zometeen krijg je zeg maar de Hoekse Zuivel. Dat zijn nieuwe initiatieven zeg maar, die in de Hoekse Waard zijn op het landbouwgebied. Initiatieven zijn gewoon nieuwe dingen. Je kan hier lekker ijs kopen en zelfgemaakte karnemelk en dat soort dingen allemaal. Dat doen ze hier op de boerderij. Ja, een heel druk punt op het moment. En dat doen ze, ja, heel met veel passie, maar heel erg goed. Dus in de zomer komen alle fietsers hier langs en die gaan allemaal naar beneden een ijsje halen. Of flessen melk of wat dan ook. Dat zie je wel steeds meer, moet ik zeggen, in de Hoekswaard, van dat soort punten. Ja. Welke familie is dat? Familie Komijs. Komijs. Ook eigenlijk weer familie in de verte. Komijs, ja. Links hier de Binnenmaas, het recreatieoord. Ja. Ja, recreatieoord is volgens mij vandaag weer open gegaan. Ja. Dus dan kunnen we nou na de corona weer terecht. En dat zal best een verademing wezen voor alle mensen die thuis gezeten hebben. Ik weet niet of dat het zwembad al open is, maar goed. De rest het zwemmen mocht sowieso al eerder open, omdat het in de buitenlucht, maar ook binnen, omdat het eerder verdampt, die bacillen. Ja. Dus vandaar dat je ook gewoon in de binnenzwembaden wel mag sporten. Ja. In 2 weken tijd viroloog geworden jij? Nee, ik werk in de sportton. Oh. Dus ja, ik heb daar ook mee te maken in het mooie Rotterdam. Goed bezig. Overstekend wild, hier aan de overkant. Hier voor ons. Wilde kippen. Loopt het hier gewoon allemaal los? Ja, hier wel. Het is hier natuurlijk een beetje de Ponderosa van de polder. Maar goed, wel leuk voor die kinderen. Leren allemaal pony rijden. Heb jij hier op school gezeten ook vroeger? Nee, ik heb op Westmaas op school gezeten. Daar waren we toch wat meer aangewezen op Westmaas. Dan gingen we er ook wel naar Maasdam of naar Silverzoek. Maar dat Silverzoek was meer uit de Zuiddijk, zeg maar, van de polder. En hier gingen er wel verschillende eigenlijk naar, die gingen naar Maasdam. En wij van de Appelendijk, zeg maar, gingen dan richting Westmaas. Daar staat Leni, een van de oudste inwoners hier nog. Leni in het veld. Ze heet Nederpelt met haar mansnaam. Is de familie van jou? Het is mijn oudste achternicht die er nog is, zeg maar. Hoe jong is ze? Wat zeg je? Hoe jong is ze? Ja, ik denk dat Leni toch al 86 is. 86? Zeker weten doe ik niet. En Arie in het veld, is dat ook familie? Arie is mijn oudste neef. Die hebben we in de uitzending gehad. De schoolmeester. De schoolmeester, ja. Juist. Dat is mijn oudste neef. Die is in het huis naast ons geboren. Je lijkt er wel een beetje op. Ja, dankjewel. Bloed stroomt waar het niet gaat. Zit in de genen, hè? We hebben hem. Dat is geen Barendrecht. Maar daar gaan we straks voor wat vragen over zijn naam, die toch? Die is overal aan het vertellen, denk ik. Dat hij zo op televisie komt. Oh, mooi. En hoe oud is G? Ik denk dat Geen ook rond dat hij 70 is of zo. Het is geen Barendrecht. Geen Barendrecht. Ja, we gaan er straks wat vragen over je naam. Ja. Hoe heet je dan, zeg je dan? Ja, Gabri die heeft al wat verteld, dus dat kan hij straks mooi uitleggen. Ja. Nou, staan hier wel wat prachtige woningen. Dit is het domineeshuis. Nou, en dan krijg je hier achter, daar staat het mooiste gebouw van heel de Hoekse Waard, maar ook het oudste gebouw. Ja. Want die kerktoren die is gespaard gebleven in de Sint-Elisabethvloed. Alleen de toren? Alleen de toren. En dan dat schip wat erachter staat, dat is dan de kerk. Die was van hout. Ja. En die is weggespoeld waarschijnlijk, daardoor. Maar toen hebben ze natuurlijk na de Sint-Elisabethvloed een stenen kerk of een schip erachter gebouwd. En daar is ook het kerkhof? En daar is het kerkhof, ja. Zo, Gabri. We zijn inmiddels bij de kerk. Precies. En we reden net voorbij een oude pastorie, domineeswoning. En daar heeft de vader van een bekend iemand gewoond, toch? Ja, de vader van Annie M.G. Schmid. Die is daar dominee geweest. Welke boeken schreef Annie M.G. Schmid ook weer? Ja, van alles. Kinderboeken. Ja, kinderboeken. Maar die is daar 20 jaar dominee geweest, 20? Geloof ik. Ja. Ben je zelf ook naar de kerk geweest of niet? Ik ben zelf hier ook naar de kerk geweest, ja. Wij gingen eigenlijk niet naar deze kerk, maar we kregen hier zondagsschoolles.
En dan was er zo'n consistorie was er hier aangebouwd. Die hebben ze later weggehaald. En daar kregen we dan les, zeg maar. Er waren een heleboel ouderlingen die gaven dan zondags zondagsschoolles. Was je ondeugend of niet? Volop. Ja? Ja. Snoepies? Ook. Ja. En moest je daar naartoe of vond je het zelf ook fijn om daar naartoe te gaan? Nee, maar als kind vind je dat niet fijn. Maar ja, goed, dat zit in je of dat zit niet in je. Maar wij hadden dat niet zo. Nee. Hoe oud is dit gebouw nou? Ja, dit gebouw is natuurlijk, het schip is gebouwd na de Sint-Elisabethvloed. Dus dat zal na 1421 gebouwd zijn. Want dat was vroeger hout, dat is weggespoeld. Ja, volgens mij 1518 of zo. Ja, dat zou kunnen hoor. Ja. Wie gaan we hier ontmoeten, Gabi? We gaan hier ontmoeten Geen Barendrecht. Geen Barendrecht? Geen Barendrecht, ja. Wacht, we nemen jouw microfoon eventjes over. En die gaan we aan Geen Barendrecht geven. Niet te veel geen zeggen, want dan hou je niks over. U mag de microfoon een beetje bij uw mond houden. Oké. Okay. Ja, meneer Barendrecht. Zo, ja, u bent hier geboren en getogen. Ik ben hier geboren en getogen. Ik heb ook een beetje bij het geboren en getogen. En hoe oud bent u inmiddels? Inmiddels ben ik 82,5, dus in oktober word ik 83 jaar. Welke dag in oktober? 25 oktober. Die gaan we nooit meer vergeten, Tom. Nee, zeker. Moet je niet vergeten, hè? Nee. Geen Barendrecht. Die naam Barendrecht. Barendrecht, dat betekent golvenveer. Ja. Barendrecht, Zwijndrecht, Baren, dat zijn golven, ja. En veer, dat betekent, nou ja, dat is Barendrecht dus. En Barendrecht, moet u in Barendrecht zijn? Daar is wat mee met een verhaal, met de trein. Vroeger, mijn vrouw weet er alles van. Ja? Die is van degene, als je tijd over hebt, dan mag je bij mijn vrouw nog even langs gaan. Ja, ja, vind je dat goed? Huh? Vind je dat goed? Tuurlijk, die kom jij niet aan hoor. Nee. Wat kunt u vertellen over bijvoorbeeld over de kerk? Nou ja, ik ben als kind ben ik hier. Mijn tante en mijn oom die woonden daar. Gunter Wijd daar, bij het rieten dak daar. Weet je wel? Daar? Kijk, hier wordt onze naam van het tv-programma gewoon nog gebruikt. Ja, Gunter Wijd. Gunter Wijd. Nou, en dat was vroeger het gemeentehuis van Schout en Schepenen. Die zaten daar. En wat is Schout en Schepenen? Dat zijn een soort burgemeester en wethouders. College. Dat weet jij toch wel. Ja, Schout maar en Schepenen. Niet alle, we hebben ook hele jonge kijkers, die weten dat natuurlijk allemaal niet. Oh, nou maar jij wel hoor. Ja, Ton is gisteren jarig geworden, dus hij moet dat zeker weten. Dat ben ik wel met u eens hoor. Ben we hem eens, want hij heeft toch lagere school gehad? Nou, ja, dat is ook het enige wat hij heeft gedaan ook de lagere school. De rest heb ik niet afgemaakt. Daarna kan je gewoon weer Gunter Wijd gaan werken. Nou. Ja. Maar in die kerk? In die kerk, nou, dat ging mijn tante was koster. Hij kost de rest en dan in de winter ging je daar bijvoorbeeld stoven zetten. Wat is een stoof? Een stoofie, dat is zo'n houten dingetje, een stoof, en daar zit een test in. En daar lag je dus een half briketje in. En dat was vloerverwarming. Voor de mensen die het betalen, dan moest je wel betalen natuurlijk. Mijn tante deed het niet voor niks. Anders kregen geen stoofje. He? Een stoofje. En dan vroeger hadden ze van die lange rokken, tegenwoordig hebben ze van die schandalige korte rokjes, weet je wel. Ja, vind je het schandalig? Voor sommige mensen wel, ja. Geen gezicht. Ja. Maar ja, goed, er zijn de meningen over verdeeld. Maar ik kan me voorstellen... Nou, maar in ieder geval die test, dat stond erop en dan gingen die rokken eroverheen. En dan had je heerlijk de warmte van de koolie. Ja, heb je nooit gehoord? Nee, heb je nog nooit gehoord, man. Jij bedenkt je van alles. Ja. Ik zit gelijk weer te denken, nou, daar wil ik het wel over zeggen, maar dat ga ik maar niet doen. Oké. Okay. Maar... Nee. Dan waren er mensen die konden het wel betalen, waren er ook mensen die het niet konden betalen? Nou, die hadden koude voeten. Die hadden gewoon koude voeten? Ja, of ze hielden de klompen aan in de kerk. Ja. Maar was er geen kachel in de kerk? Ja, natuurlijk. Nou, die kachel, daar lagen die briketjes op. En die op die kooks. En die haalde je met een tang eraf en die lag je er dus erin. Nou, daar zit soort dingen, daar hielp ik mee. En met de kooks, wat is dat? Kooks, dat is gewoon vette kolen die uitgebrand zijn. En die gebruiken ze in de hoogovens natuurlijk, hè. Ja. En dat ging vroeger een kook, en dat was een hele grote kachel en die te hard opstookt. Dan kreeg hij een witte buik. Dus dan zette hij die uit gewoon. Maar dat was de ene kachel en die stond daar. Kijk daar, daar stond die midden. Ja, je ziet de pijp nog op het dak staan. Ja, maar die niet natuurlijk. Maar vroeger lagen er pannen op dit dak. Nou, de leier, want hij is gerestaureerd. Het is natuurlijk een heel mooi kerkje. Wanneer is hij voor het laatst gerestaureerd, weet u dat nog? Nee, dat weet ik niet, maar dat is al wel meer dan 25 jaar geleden hoor. Dit is de oudste kerk. Dit is de oudste kerk van de Hoekse Waard. En de oudste polder, ja. Sint-Antoniepolder. En liggen er hier ook familieleden van u begraven? Jazeker. Maar die stenen staan er niet meer ook. Nee, want het is tegenwoordig houden ze van opruimen. Dus, het is een klein kerkhof.
Klein, ja, klein. Ja. Maar er worden er nog steeds begraven, hoor. Ja, oké. Okay. En wat heeft u vroeger in Sint-Antoniepolder gedaan? Wat ik hier, nou, bij mijn, dat ging als kind. Ja? Nou, mijn tante had ook, hier was een voetveer. Ja. De Binnenmaas had twee voetveren. Eentje in Zwanegat, dat weet Gabriel. Ja. En één was er hier. En dan gingen de mensen, die werden overgezet met een roeiboot. En dan ging je dus naar, dan liep je die weg uit. Ja. En dan ging je naar dat trammetje dat aan de Blaasendijk kwam. En dat kwam, wisten ze dan natuurlijk. En zo werkte dat. Ja. En dat trammetje? Ja. En ik was toen 12 jaar. 11, 12 jaar. En ik mocht met die grote roeiboot mocht ik mensen overzetten. Dat kostte een kwartje. En dan kreeg ik van mijn tante een dubbeltje. Nou, dat vergeet je nooit. Een dubbeltje was heel wat. Ja. Dat was ook geld in. Dan kon je een zak pinda's verkopen. En volgens mij hebben jullie een heel groot huis ervan gekocht, toch? Hm? Volgens mij heeft u een heel groot huis ervan gekocht. Nou, ik heb een behoorlijk huis, maar dat heb ik zelf verbouwd. Oh, oké. Okay. Veel gegroeid. Ik ben aannemen. Hey. Maar, nou ja, dat was... Maar zelf ben je ook met dat trammetje mee geweest? Ja, natuurlijk. Ja? Maar niet hier vandaan, hoor. Toen ik ambachtsschool ging in de Alt-Beierland. Ja? En als er geen weer, als er geen weer was om te fietsen, dan ging je met trammetje. Waar was de ambachtsschool in Nabijeland? Langs het Spui. Naast Koen Vissen naar die visfabriek, weet je wel. Die, ja. Die zo lekker stinken worden, dat weet jij niet meer natuurlijk. Ja, dat weet ik wel, want ik ben een echte Nabijlander. Heerlijk. Ja. Nou, weet je wat Nabijland is? Nou, vertel het eens. Het is gesticht van Rottekaas en Onderwicht. Ja. Ja, nou, dat kunnen we dat eruit knippen, meneer Barendrecht. Want we moeten nog een keer naar Nabijland toe. Heerlijk. Ja. Maar wat heeft u... Wat ik hier gedaan heb, nou, mijn oom die was graaf Delver ook. Het was alles bij elkaar natuurlijk. En dan, ja, dan hielp ik ook wel eens mee. Al dat soort dingen, een beetje hand- en spandiensten. Niet bij de begrafenis, maar bij het graaf Delver. Ja. Ja, en ja, ja. Maar dan kwam je ook er alles tegen bij Delver. Mijn oom had een tuinderijtje aan de Binnenmaas. Dat is hier even terug daar. Ja. En daar, ja, dat heb ik nog steeds. Dat heeft u nog steeds? Ja, dat is familiebezit en dat is, heb ik nou al mijn dochter overgedragen. En dat is ja, het langste Binnenmaas. Hè? En u zegt, ik had een aannemersbedrijf hier zo. Werkt u dan hier puur alleen in de regio of ging u ook wat verder weg? Ja, hier ja, in de regio waar de werk was. Ik heb veel in Barendrecht gewerkt. En hier hadden wij aan de Dorpsstraat in Maasdam, daar hadden wij ons bedrijf. Maar hoe wisten ze u dan te vinden in die tijd? Want je had geen e-mail of een website? Of hoe wisten ze u dan hier helemaal te vinden vanuit Barendrecht? Ja, Barendrecht. Gewoon. Ja, achternaam. Een goede naam is beter dan uitgegraven geel goud. Dat bedoel ik. Zo. Dat bedoel je, weet je? Hoor je dat? Ja. Dus gewoon zonder advertentie. Gewoon goed werk, goed werk leveren. Eerlijk zijn. He, voor sommigen denken ze dat natuurlijk dat wij zakkenvullers zijn. Dus je hebt aannemers, die hebben slechte en hele slechte. Dus ja. Ja. En u, welke was u? Ja, minder slechte natuurlijk. Hey, in de oorlog is hier ook nog wat gebeurd? Volop. Ja? Waar wij staan was hier een school. Ja. En net voor de oorlog, de Hollandse soldaten, die zaten hier, die school die stond leeg. En daar zaten ze in natuurlijk. En er stond daar verderop, daar stond ook nog een stuk geschut. Afweergeschut voor de Duitsers, maar ja. Ja, het is niet te houden, hè? Nee, hè? En ik weet nog wel dat wij al die Hollandse soldaten hadden veel gereedschap. Gewoon hamers, zagen ze en alle sleutels en zo, maar daar kreeg je geen oorlog meer winnen natuurlijk. Nee, daar ben u aannemingsbedrijf mee gestart. Juist, goed zo. En mijn vader, toen was het capitulatie en die jongens zagen het aankomen, want die waren hier heel goed, Nederlandse jongens natuurlijk, die waren hier en die hebben links en rechts alles gereedschap en alles hebben ze hier in de buurt uitgedeeld. Dus nou... Ja. Dat was happy. Ja. Maar u hoefde niet te vluchten, u kon gewoon hier blijven. Tuurlijk wel, maar zo kwaad waren die moffen in het begin niet hoor. Wel, nee. In het begin niet, later wel? Natuurlijk, later. Ja, natuurlijk. Wij zeggen altijd nog steeds rotmoffen, dus ja. Ik kan het niet laten. Nee. Maar ja, maar toch hebben we in de uitzendingen gehad, er waren goede moffen en slechte moffen. Ja, dat heb je met hoekzwaarders ook. Er zijn goede hoekzwaarders en er zijn slechte hoekzwaarders. Ja. Kijk naar onze verschillen. Ja, daarom. Nou, leuk, mooi. Ik vond het een mooi verhaal. Heerlijk. Maar ik heb ook nog, kijk, je kan me een verhaal vertellen, maar ik heb ook nog foto's in mijn auto liggen van hoe het vroeger was.
Misschien hebben jullie er ook nog belangstelling voor. Ja, ja, we kunnen zo even naar je auto lopen. Dan kijken we even naar die foto's nog. Okay. Dat vind ik wel interessant. Ja, maar u vertelde, toen wij er net nog even aan het praten waren, hadden jullie over dat uitstappen van die tram. Ja. Geen baan. Oh ja, 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 ja. Hoe ging dat verhaal? Nou, opa die ging voor het eerst ging die met RTM. Ging die dus voer over en hij ging naartoe. En toen de eerste halte na de Blaassendijk over de Barendrechtse brug, dat was Barendrecht. En toen riep die conducteur, Barendrecht, uitstappen. Hij zegt, kennen ze hem hier ook al? Dat is een mooi verhaal. Mooi verhaal. Ja, we gaan even lopen even naar jouw auto toe. Bleef wel, ja, die conducteur, ja, maar u moet toch naar Rotterdam, dan moet je nog even blijven zitten. Maar dat is altijd blijven hangen. Hè, ja, soms. Geweldig. Gaan we terug? We gaan naar je auto toe. Kijk uit, lukt het? Voorzichtig. Neem eens even een hand. Zo. Ja. Namelijk geopereerd. Ben je geopereerd? Waaraan? Ja, aan mijn rug. Oh, ja, rug. Ja, dan gaan we. Voorzichtig. Ik loop niet zo erg. Nou, we gaan hier rennen. Het gaat op. Hoe oud is uw vrouw? Mijn vrouw. Even de microfoon. Mijn vrouw is 77. 77. Ik heb een jonge vrouw. Een blonde vrouw. Juist. Een jonge blonde vrouw, hè? Een jonge blonde. Nou ja, ja, jong is ze niet meer natuurlijk. Ook nog gezond? Hartstikke gezond. Ik heb corona gehad hoor, kijk een beetje uit. Ja, dat ben je immuun als het goed is, toch? En mijn vrouw heeft het helemaal niet gehad, dus ja, die hebben toch een hele goede gezondheid. Maar hebben u in het ziekenhuis gelegen? Ja, natuurlijk, in het Maastricht ziekenhuis. 3 dagen. 3 dagen? Hoe heeft u zich gevoeld? Wat is corona? Hoe voelen de mensen zich dan? Nou, rottig. Had u weinig lucht? Je hebt geen smaak, je hebt geen reuk. Ja, krachteloos, misselijk, weet ik wat allemaal. Maar ze hebben u niet in een soort coma gebracht en omgedraaid? Nee, je gek joh, zo ver zijn we niet geweest. Nee, gelukkig niet. Gelukkig. Nou, maar al. Nou, we gaan eens even kijken bij de foto's van vroeger van hier, die u heeft. Wat is dit voor foto? Dat is een foto van de Barendrechtse brug. En de oude Barendrechtse brug, ja. Ja, maar het is geen familie van me, wel kennissen van mijn vader. En die daar op de motor zitten? Die op de motor zitten, ja. Hoe oud is die foto? Ja, van ver voor de oorlog natuurlijk. Ja, ja. Wim, jij hebt ook nog een foto. Ja, hij liet er eentje uit zijn zak vallen. Wat is dit? Dat is een foto. Nou, dit is hier dit haventje. Dat is die boot waar ik mee overvoer voor een kwartje. En waarvan nu een dubbeltje kregen. Ja, dat is een voetveer. En naar welke steen voert dat? Dat is naar de overkant, naar de halte van de RTM aan de Blaakse Dijk. Juist, juist. Ja? Daar was de tramhalte. Daar was de tramhalte, ja. Ja. En Ton, weet je wat grappig is? Waar we nu staan, het huis hierachter, komt een vrouw naar buiten. Ja. Ze zegt dat deze meneer, die heeft dit huis hier nog gebouwd. En dit is de oude school, oude onderwijzerswoning, toch? Dit huis? De microfoon. Die heb ik niet gebouwd. Dat heb ik niet gebouwd. Daar heeft mijn vader wel aan gewerkt. Ja? Als opperman. Die is, als opperman. Mijn vader was, zo is mijn vader in de bouw gekomen. Ja. Die was vroeger, die moest je kooi boerenwerk doen. Maar daar had hij de pest in. En toen werd hier een school gebouwd. En toen kon hij als opperman aan de slag. Ja. Ja, en, was hij, en zo is mijn vader dus in de bouw gekomen. Ja, wel grappig dat die mevrouw dat zei van, nee, dat is meneer Barendrecht, die is familie heeft hier deze woning nog gebouwd. 1907. Ja, maar dat andere huis, dat is helemaal verbouwd. Dat is, ja. Maar dit was mijn oom en mijn tante in de boot hier. Ja, geweldig. Meneer Barendrecht. Wij willen u bedanken. Dit huis wat hier staat, op het erf, dat is boer Israël. En dat heb ik ook gebouwd. En ik heb veel door de jaren heen veel gebouwd. Ja, ja, nou, hartstikke mooi. Als je 14e jaar begint, tot nu toe, dan... ik ben al 25 jaar gepensioneerd. Maar je hebt nog wel steeds je bouwhelm achterin de koffer. Ja, mijn zoon die is uitvoerder. En als ik op zijn bouw kom, dan moet ik... Dan moet je even helm op. Ja, moet je helm opzetten. Nou. Meneer Barendrecht, we willen u bedanken voor alle mooie uitleg die we weer hebben gehad. Wij gaan weer even verder op de route. En we wensen u veel gezondheid en uw vrouw precies hetzelfde. Ja. Nou, ik dank je wel. En veel mooi weer nog. Hoeveel keer ben je de Hoekse Waard al rond geweest? Bijna. Dit is aflevering 8 en we hebben er nog een paar te gaan. Okay. Dus, ja, alle afleveringen heb ik nog niet gezien hoor. Dan heb je nog wat te doen. Van Gunter Wijd, het is toch wel... Mooi hè? Ja, ja. Op Sillarszoek, daar wonen de Zilverschonen.
Wel bekend natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, en die hebben het ook altijd gehoord eruit. Ja. Ja. Om, en dan zegt hij, om nou eigenlijk somber eens wat te zeggen, ze maar zeggen, zegt hij dan. Ja. Weet je, ja. En daar hadden we nog een prijsvraag over die jongens van Zilverschoon. Dus, Zilverschoon, ja, ja, die zijn ook historische figuren. Ja, daarom. Daarom. Wij nemen de microfoon van u over. Ja. En dan willen we u bedanken. En tot de volgende keer misschien. Goed. Dag hoor. Dag. Dag. Ja, Gabi, jij had het hier over die woning hier met die rieten kap. Wat is daar specifiek aan? Nou, die woning is eigenlijk een beeldbepalend iets geweest in de middeleeuwen. Weet je, dan was dit natuurlijk een dorp. Sint Antoniepolder was een dorp. En dit was eigenlijk het rechthuis en het dorpshuis tegelijk. Het was niet in deze huidige vorm, maar hier werd het recht gesproken. En hier zaten natuurlijk de schepen en de schouten, zeg maar. Die deden hier eigenlijk, hadden de regie over de polder. En het recht werd gesproken, zeg maar, dat sloegen ze eigenlijk vier palen in de grond, dat noemden ze een vierspan. En een soort boksering was dat met een touwtje. En daar werd dan eigenlijk degene veroordeeld die iets gedaan had. Iets en wat werd er dan mee gedaan met diegene? Ja, vroeger hingen ze net zo makkelijk mensen op. Of, ja. Of ze stopten in een kerker ergens in Dordrecht als je een zwaarder delict gepleegd had. Maar ging dat ook, want wij hebben toen met, daar bij Schravendel en Silas Hoek, Schenkeldijk gereden. Daar was het, dat noemen ze het Galgenveld of ja, iets dat klopt. Gingen ze daar naartoe? Ja, dat zou kunnen. Maar hier zou het ook kunnen hoor. Je ziet overal wel kleine galgische-achtige dingen, tekeningen, weet je wel. Echt waar? Ja hoor. Ja, dat gebeurde vroeger. Dat was een hele andere tijd. Ja. Alles speelde zich af hier en men wist niet van het bestaan buiten. Want het was allemaal drassige grond en men kwam niet verder als hier. Hier was je gemeenschap. Als jij woont hier al jaren, zou jij in een stad als Rotterdam bijvoorbeeld kunnen wonen? Nee. Maar ik ben 62 jaar, ik woon helemaal leven in de Hoek Zwaar. En heel mijn familie, alles zit daar, weet je wel. Dus je bent zo ingeburgerd of geworteld, zeg maar, in die Hoekse Waard. En die polder, dat is gewoon mijn gebied. Ja, ik geef je het gelijk. Ik zou ook niet anders willen. Jij, Wim? Nou, soms denk ik wel eens in Rotterdam, omdat ik sowieso vind ik het een fantastische stad geworden, moet ik wel zeggen. Maar ja, zoals je weet waar ik woon, ik kijk ook over de polder, ik woon vrij hartstikke lekker. En dat weerhoudt ons er echt wel van om weg te gaan. Ja. We treffen het trouwens wel iedere keer echt met prachtig weer. Vorige week hadden we geen uitzending en het was gelijk minder weer vorige week zaterdag. Ja. Maar als je dan zo door de Hoek Zwaard heen rijdt, wat is de Hoek Zwaard toch eigenlijk prachtig, hè? Ja, het is echt prachtig. Als ik dan als ik thuis kom en dan vraagt mevrouw van, joh, waar ben je geweest en heb je nieuwe dingen gezien? En ik moet eigenlijk bijna elke aflevering zeggen, ik zie alleen maar nieuwe dingen. Plekjes waar je echt nog nooit geweest bent? Nee. Ja. Maar kan jij een band maken, Tom, voor mij? Een? Een band, een fietsband, die is lek. Ja hoor, dat kan. Ja, want dan kan ik wat meer gaan fietsen. Ken je dat niet? Je weet, ik kan niet zoveel met handen, hè. Hey, ontdek jij ook nog iedere keer nieuwe plekjes in de Hoek Zwaard, Gabi? Nee, ik ken bijna alles. Mijn familie van mijn moederskant, zeg maar, kwam van de Nieuwendijk, van Goudzwaard. Daar waren we vroeger al thuis. Op 10 meter zat familie van mij. Waren we al thuis. Daar reden we met ons 10e jaar, zeg maar, in een auto. Want dat kon daar. Maar de 10 meter, dat ken je inmiddels al. Nou ja, en we hebben overal familie gehad. We waren natuurlijk uit grote families, zeg maar, vroeger. Het was boven de 10, minimaal. Jij ook? Nee, ik niet. Ik had twee broers, Arie en Bas, zeg maar. Ja, die waren tweeling, die zaten boven me en ik kwam daarna nog met z'n drieën. Dat was een andere tijd. Maar heel vroeger waren het hele grote families. Ja. Ja. Hey, en je zoon, die molenaar, waar komt die passie vandaan? Ja, dat is ooit begonnen. We gingen alle stoomtreinen bekijken in heel Nederland enzovoort. En op een gegeven moment kwamen we hier op de molen terecht en zijn interesse was er. En er was een leermeester, dat was Jan Eland en daar was bevlogen ermee. En Jan met hem. En ja, zo ging het. De stoomtrein heb je staan. En binnen no time, ja, kijk, het zijn allemaal jonge gasten natuurlijk. Kevin, hier is jong, Ruben, Floris, weet je wel, het waren natuurlijk allemaal een beetje lotgenoten. Vond je het een goed idee dat hij dat ging doen? Ja, zonder meer. Ja, maar jij stond er gelijk achter. Het is nu zijn vak geworden. Hij heeft gestudeerd, zeg maar, op de hogeschool in Amsterdam. En daar heeft hij cultureel erfgoed gedaan. En nu zit hij in het erfgoedhuis in Delft. En daar heeft hij de afdeling molens. Ja. Dus als er een netwerkbijeenkomst is, kan het op de Kinderdijk zijn. Ja, wat mooier is er niet. Ja, we hadden het over de molen en we komen nou precies bij de molen aan van Sint Antoniepolder. Hoe oud is deze molen? Deze molen is van 1842. 1842. Kevin, molenaar. Klopt dit dat deze molen uit 1842 is? Ja, zover dat ik weet komt hij uit 1842. En heeft hij er altijd voor gezorgd dat ze in de Sint-Antoniepolder droge voeten hadden.
En dat doet hij eigenlijk nog steeds. Oh, het, is eigenlijk meer, het is een gemaal eigenlijk. Ja. Ja, het is eigenlijk een soort watergemaal, zeg maar. En ja, die zorgde er dus voor dat dat hele polder droog bleef. Helemaal precies weet ik het niet, maar het is vermoedelijk de tweede molen ter plaatse. Derde. Of de derde zelfs, hoorde ik Gabri net zeggen. En ja, hij draait eigenlijk nog vrij regelmatig. Hij is onlangs gerestaureerd. En Ruben Viergever is hier de molenaar. Is dat ook een jonge jongen? Dat is ook een jonge jongen. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, hier in de Hoekse Waard heb je qua molenaars heb je heel veel jonge jongens. Gabri zei het net al. En ja, die proberen toch het oude ambacht een beetje in ere te bewaren, zeg maar. Ja, dat hebben we, dat hadden we met Floris al, hè, in Stavendeel. Ja. Dat we zeiden van, onvoorstelbaar dat er nog van die jonge jongens zijn die dat willen gaan doen. Ja. Dat is niet de eerste wat je noemt als je op de lagere school zit. Nee. Nou, want, hoeveel uur is jouw zoon nou kwijt aan zijn molen? Nou, in principe is dat onbeperkt. Want ik bedoel, als hij thuis is, is hij daar, zeg maar. Want hij heeft heel die molen in een staat gebracht, weet ik wel, zoals die origineel was. Dus er zit heel veel werk aan. Hij heeft veel rondleidingen. Maar hij doet ook gewoon in de tussentijd, als hij even niks doet, bijvoorbeeld gaat hij naar de Hollandse Molen in Amsterdam. En dan zit hij dan ook weer in zo'n soort denktank, weet ik wel, om de jeugd weer te motiveren om dat te gaan doen. Dus het gaat al veel verder als de Hoekse Waard. Maar in de Hoekse Waard kan je zien. Dat bijvoorbeeld jonge mensen. Hè? Kevin is een jonge vent en daar heb je Floris natuurlijk en Ruben en hij. En Jesse heb zelf ook nu een jong kerel die uit Schravendeel heeft hij erbij lopen. Hij is misschien maar 12 jaar, maar hij is er elke week bij wijze van spreken. Ja, Kevin, waar komt die passie vandaan voor die molens? Nou, ik had op een gegeven moment, mijn ouders gingen verhuizen naar Piersheel. En dat was net achter de molen. En ja, op een bewuste zaterdag zag ik die molen draaien. En toen ben ik daar eens gaan kijken. En dat was op 1 mei 1993. En in 2012 heb ik hem zelf als molenaar overgenomen van de oude molenaar. Dus ja, ik loop daar al aardig wat jaartjes in de ronde, zeg maar. Maar ja, waar de passie echt vandaan komt, ik weet het niet. Het heeft er altijd wel in gezeten, hoor. Want vroeger als klein kind mocht ik met mijn tante al mee naar de kinderdijk, weet je wel. En allemaal dat soort dingetjes. En ja, het blijft toch fascineren, hè? Draaien in de wieken, malende stenen en hier in dit geval dan een draaiend scheprad. Ja, dat doet je wel wat, zeg maar. Mooi. Ik vind het geweldig, een prachtig verhaal. Ja, we gaan hier denk ik in Sint-Antoniepolder gaan we afsluiten, Wim. Ik vind het een mooi stuk Hoekse Waard, een mooi stuk natuurgebied met water en landerijen. Mooie verhalen. Ja. Erg blij met Gabri, want gistermiddag, ik stond bij de Xenos en ik kreeg zijn nummer. En hij zegt, ja, maar dat moet eigenlijk een ouder iemand zeggen. Nee, doe jij het maar. Nou ja, zijn zoon zou het oorspronkelijk doen, maar ja, die moest op de molen werken. Ja. Dus Gabri, bij bedankt deze... voor je mooie verhalen. Bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Het was mijn genoegen. Ik wil jou bedanken en wij gaan nu richting Westmaas, Kevin. Haalt die bus dat nog? Ja hoor. Makkelijk toch? Ik heb vanochtend nog getankt, dus dat gaat helemaal goed komen. Kijk, wij stappen lekker in. Gabri, we gaan jou thuis afzetten. Oké, dankjewel. Heb je al op de knop gedrukt, dan moet het dadelijk wel stoppen natuurlijk. Hij doet het volgens mij, ik zie het lampje niet veranderen en ik hoor ook geen piepie. Oh nee, maar de chauffeur die heeft dat nou in zijn beeldschermpje staan, denk ik. Hij was leuk, Sint-Antoniepolder. Ja, ik vond het mooi, man. Ja. Ik vind, maar Gabi deed het ook leuk. Het was gewoon mooie verhalen vertellen en een mooi gebied. Ik vind het echt een mooi uitgestrekt gebied is het. En top dat hij nog geen Barendrecht had geregeld. Wat een mooi man is dat, hè. Geweldig. Hij had een heel fotoalbum bij hem. Ja, maar het is mooi als zo'n man zich toch een beetje voorbereidde dat hij dat leuk vindt om te doen met ons. Ja, en dat hij, dat hij het woord echt Gunter Wight gebruikt heeft. Ja. Ja, dat is leuk. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu richting Westmaas. En daar gaan we iemand oppikken. Dat is Alfred van der Giessen. Die noemt zich ook wel Suzette. En ik ga dat van, ja, dat ga ik nog is niet. Is dat in het weekend? Nee, dat ga ik nog niet verklappen. Maar dat gaan we straks vragen. Hoe ik aan hem ben gekomen. Want hij moet zich wel even... legitimeren, denk ik. Nou, hij moet zich uitleggen. Hij moet uitleggen voor de camera hoe hij nou bij ons terecht is gekomen. Oh, nou, bijzonder verhaal. Ik ben wel nieuwsgierig, Wim. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig. We gaan eens kijken. Dan gaan we Westmaas eens eventjes onveilig maken. Nou, onveilig maken is... Hè? Ja, als wij er zijn vaak wel. Als wij er zijn wel, hoor. Oh. Ja.
Nee, geweldig. En daarna gaan we ook nog ergens naartoe, hè? Klaas Waal. Klaas Waal. Ja. Weet jij waar die naam Klaas Waal vandaan komt, of niet? Ja. De Waal van Klaas. De Waal van Klaas, ja. En wat is een waal, weet je dat? Ja, dat is water. Is dat ook water? Ja. Ja, jij bent loodgieter, dus jij weet dat allemaal, joh. Dus, nee, maar ja, want het is ook wel bijzonder, Wim. Daar heb ik ook een stuk over gelezen. Want Klaas Waal, dat had vroeger gewoon een haven heeft gehad, hè? Ja. Dat is, en nu niet meer. Maar dat is, ja, daar gaan we misschien alles nog wel over horen. Daar hebben we Arie en het Veer van hebben we dadelijk uit Klaas Waal. We hebben nog mooie dingen te doen vandaag, Arie van der Veer, ja. In de prachtige zon, in de mooie Hoekse Waard, met een hoop lol. Is, bij jou is de drank al een beetje weg, of niet? Begin lekker te zakken nou, Wim. Ja, die broodjes, nou, hè? Ja, die broodjes doen we. De hagelslag. Ja. Broodje hagelslag, dan neem lekker vocht op. Wat staat daar nou? Zie jij dat? Wat is dat nou toch? Dat is toch die Alfred... De Alfred waar jij het over had. Nou, we gaan eens even kijken buiten. Hij lijkt eerder op broeder Tuk. Hij vraagt een lift. We gaan eens kijken wie het is. Wie bent u? Ik ben monnik Alfred. Uit de omgeving van Utrecht. En ik ben op zoek naar de Maas. Nou, dan hebben we een microfoon voor u. Alsjeblieft, u mag u bij uw mond houden. Dank u wel. Waar vandaan uit Utrecht? Uit Utrecht. Vlakbij Utrecht staat een klooster. Ja. In een heel klein plaatsje. En hoe heet dat? Ja, ik ben slecht van geheugen. Maar volgens mij had je erop staan toch, hoe dat de klooster heet? Nee. Wij zijn de Karthuizer monniken. Ja. En wij hebben zeg maar een klooster in de omgeving van Utrecht. En nou heeft Zwierik van Gaasbeek hier een stuk land in eigendom gekregen. En wij worden hier zeg maar naartoe gestuurd om dat land een beetje te bewerken. Want het stroomt elke keer onder met eb en vloed. Ja. En het is hier natuurlijk een gebied, ja, je ziet het al om je heen. Ja, je kent er niks mee. Nee. En ze hebben gedacht van, nou ja, we geven dat aan ons, aan de monniken. En die kunnen er misschien wat van maken. En wellicht kunnen er op termijn mensen zeg maar hun boterhammetje gaan verdienen en dat komt, denk gaan ik, wonen. Dat komt mooi uit, want wij zijn toevallig op route om naar de Westmaas te gaan. Ja, ik leg hier al uren onder die boom en er komt hier gewoon helemaal niemand langs. Nee, helemaal niemand. Is Suzette geweest? Suzette? Ja. Ja, dat is een andere monnik, maar die wil niks van mannen weten, dus die is als een speer weggegaan. Oké, nou daar gaan we je straks wat meer over vragen. Oké, nou daar ben ik blij om. Maar je kan met ons meerijden als je wil. Ja, graag. Ik ben ook een beetje de weg kwijt, nou heb ik staan kijken, maar hier op het einde, daar begint zeg maar de... Ja, het land staat nog half onder water, maar daar wil ik even kijken waar ik moet wezen. Dus als we nou aan het einde van deze dijk ergens daar even stoppen, dan kunnen we even kijken samen welke kant dan we op gaan. Ik vind het een goed plan. Ja? Gaan we mee? Wat heb je trouwens bij je? Ja, ze hebben me een emmer meegegeven, want die polder die moet leeggemaakt worden. Juist. Ja, dat water moet eruit. Dan heb je nog wel wat te doen. Kom maar mee. Ja. Zo Alfred, waar zijn we nu? Ja jongens, we staan hier over een polder uit te kijken, een polder in wording. Wij Karthuizer monniken vanuit de omgeving van Utrecht hebben eigenlijk een schenking gehad van Gaasbeek. Om dit land zeg maar te ontwikkelen en te ontginnen en bewoonbaar te gaan maken. En ja, dat is nogal wat, zie je. Je ziet daar ja, in de maar hoe wil je dat allemaal gaan doen met dat emmertje? Ja, ik weet ook niet. Ze hebben me met die emmer op pad gestuurd en ze zeggen, gaat die polder maar droog maken. Moet je eentje doen? Ja, er zijn collega's, andere monniken al begonnen, snap je? En die zoek ik nu, dat is mijn probleem. Daarom hebben ze me met een bordje op weg gestuurd. En hoe heet het, als je me even vasthoudt aan die kant, dan kan je het zien. Wacht even. Ja. Ik zoek het Karthuizerveld. Het Karthuizerveld. Daar zitten de monniken van ons. Maar dat is niet hier. Ja, dat moet daar ergens zijn. Daar ergens? Daar ergens, ja, daar in de verte. Ja, daar Gunter Waait, denk ik. Maar je ziet het, kijk, daar achter je, daar heb je de Maas. Ja. Ja. En die begint daar helemaal bij Dordt, bij het eiland van Dordt. En die gaat hier dwars door het gebied heen.
linksaf, rechtsaf richting de Buttervliet en de andere kant uit naar de groep, naar de greup. Daar heb je de Striene nog ergens zitten. Ja, dit is gewoon een wildwestgebied. Elke keer als er wat hoger water is, staat het hier weer onder water. Dus, zie je het wel zitten dan? Nou, okay, ja, weet je, ik kom hier net aan en ik sta zo te kijken. Het liefst zou ik gewoon weer met jullie terugrijden. En, ja, maar dat maar gaan ja, we niet doen, want wij moeten daarheen. Ja. Dus je kan nog meerijden. Nou, laten we dat maar doen, want dan zie ik wel waar ik terecht kom. Maar dit is waar het om gaat en ze noemen het Munnekenland. Ja. En dit weggetje, wat net klaar is, dat heet de Munnekenweg. Dit land hebben ze ook de Grote Rieturen genoemd. Maar anderen noemen het weer het Munnekenland, snap je? Wat? De Grote Riet? Grote Rieturen. En waarom zouden ze dat zo genoemd hebben? Ja, die naam die wordt meer gebruikt eigenlijk voor land wat in ontwikkeling is. Het was veel riet hier altijd, ja, hè? Ja, was allemaal riet en gorzen en kreken. En je ziet het, ik hoef je niks te vertellen. Ja. Nee, mooi. Prachtig, nou, stap dan maar in. Ja, we gaan eens verder gaan kijken of we ze kunnen vinden. Kom, zullen we die oprollen? Neem jij je schep mee? Dat is wel handig dat hij zijn emmer bij zich heeft, dan kunnen we hem eigenlijk nog naar het toilet. Ja, maar je moet ook de hele tijd al zo nodig, toch? Ja, ik hou hem wel een tijdje op. Ja, het gaat goed, Tom, hoor. Het gaat nog steeds goed. Ja. Ja, als je kijkt in de verte zie je tussen de bomen, tussen de wilgenbomen en de populieren, een zwart huisje staan. Het is eigenlijk meer een clubgebouw. Dat is van een vereniging in Rotterdam-Zuid, altijd geweest. Ik dacht dat het nu in particuliere handen was, maar dat laat ik me even niet over uit. In de jaren voor de oorlog, toen was er een club mensen in Rotterdam-Zuid die vond dat de kinderen die daar opgroeiden eigenlijk te weinig vertier hadden en te weinig buiten kwamen. En toen had niemand interesse in het land hier rond de Binnenmaas, want wat moest je ermee en wat had je eraan, maar die zagen wel mogelijkheden. Dus die kochten van een van die boeren hier, die hier in de omgeving wonen, een stukje grond langs het water. En die begonnen daar met vereende krachten. Met 20, 30, 40 man op zaterdagochtend kwamen ze hier naartoe in auto's. En gingen ze eigenhandig daar aan het werk. En dat was echt door een smal modderpaadje. Er was helemaal niks. Hebben ze een pad gemaakt en verhard. En uiteindelijk zijn ze daar gaan werken. Palen in de grond geslagen. En hebben ze dat clubhuis overeind getrokken. En als je dat ziet, dat is echt qua vormgeving nog steeds een uniek gebouw. Het heeft eigenlijk niks ingeboet aan schoonheid. En heden ten dagen wordt het weer voor dat soort doeleinden verhuurd. Kijk op internet, op marktplaatsen zie je het staan. Als je ooit een keer met een gezelschap wat zoekt, dat is een super locatie om te zijn. Wim, dan gaan we een keer heen. Ja, dan gaan we lekker samen, gaan we jouw verjaardag nog een keer vieren. Oh ja, dan gaan we verder en dan kijk je hier naar rechts en dan zie je eigenlijk de wal van de Binnenmaas. En dat is een hele kleine kade, hij is eigenlijk volgroeid. Maar die monniken, die hebben toen ze dit gebied wilden bedwingen, eerst een heel laag dijkje van 1 à 1,5 meter rond deze polder gemaakt. En dat is een hele lage kade om toch een beetje beschermd te zitten. Het zwarte gebouw wat je nu hier ziet aan de rechterkant, dat is nu een woning. Maar daar heeft vroeger een watermolen gestaan om deze polder droog te houden. Dus het water uit deze polder werd daarheen geloosd op de Binnenmaas, want die diende ook gelijk als boezem. Door de eeuwen heen in eerste instantie was het een redelijk waardeloos gebied hier. Het was droog komen te staan, min of meer. Het ontwikkelde zich. Eerst was er veel jacht en visserij. Staat nu ook aardig droog? Nu staat hij ook aardig droog. Uiteindelijk is er gewoon landbouw op terecht gekomen en veeteelt. En als je voor je kijkt, zie je een schuur en daarnaast een moderner gebouwtje. Maar daar heeft tot een aantal jaren geleden nog een schoorsteen gestaan. Want hier in de polder was ook veel vlas. Deze polder werd eigenlijk grotendeels gebruikt voor het telen van vlas. Net als in Schravendelen. Juist, maar iedereen denkt dat het hier niet voorkwam. Maar we hadden hier een aantal families die helemaal groot geworden zijn door het vlas. En dat kan je ze nog noemen, die families? Ja, dat is de familie Bijl in ieder geval. Die heeft daar tot het einde toe zijn die daarmee aan de gang geweest. En heel veel mensen in West-Maas werkten ook in het vlas. We hebben straten in een van de wijken die daaraan verwijzen. Vlasakkers enzovoorts, Roodweide. Dat komt allemaal hier uit deze polder. En heel veel namen die we aan het begin van de 20e eeuw hier werkten. Ja, die namen zie je nog steeds, die komen nog steeds terug op het dorp. Hier aan de rechterkant staat natuurlijk een schitterend verblijf. Vroeger stond hier ook een klein boerderijtje. Je had hier heel veel kleine boerderijen rond deze dijk. Zoals overal in de Hoekse Waard. Maar ook hier is de moderne tijd doorgegaan. Die worden opgekocht omdat ze hier en daar wel meer zijn. En
uiteindelijk als je er dan een woonbestemming op weet te krijgen, dan kan je er wat anders van maken. De Munnikenweg had van oorsprong twee sloten gelijk langs de weg zelf. Dus wat je nu ziet, dat is dat fietspad wat er later bijgemaakt is. Maar vroeger was het een weggetje. Nou, als je met deze bus eroverheen kwam, dan kon je eerst van naar het dorp toe lopen om te zeggen van wacht maar even, want passeren was onmogelijk. Het zwembad zat hier toch ook aan de Munnikenweg? Ja, we gaan nu verder richting het dorp. Als je rechts kijkt, zie je aan de overkant de watersportvereniging Binnenmaas. Vroeger heette dat de Eeuwers. We hadden twee watersportverenigingen, eigenlijk drie op de Binnenmaas. Dat was de Eeuwers, de Strikhoek en aan de kade, aan de Vrouwenhuisjesweg, de Binnenmaas. Maar het is een soort eenheidsworst aan het worden. Elke sportvereniging noemt zich, toen het één gemeente geworden is, Binnenmaas, Binnenmaas. De naam Eeuwers is verdwenen, Strikhoek is opgegaan in Eeuwers helaas. Want toen was er altijd strijd op het water en nu is het een hele makke bedoeling. Ik ben zelf fanatiek zeiler, nog steeds en geweest. Maar ja, dat is de enige watersportvereniging nog en daar doen we het mee. En Eeuwers, dat zo heet het niet meer, maar dat was vroeger een andere naam voor waardeloze grond. Dus de grond aan die kant van de Binnenmaas was waardeloos en daarom heette het Eeuwers. Maar mijn Zeelanders zien overal geld in, dus waardeloze grond is omgetoverd tot iets moois. Dus de overkant is mijn Zeelanders? Ja, ja, de Binnenmaas is de scheiding. En waar of die dwars door het water heen loopt, dat kan ik je niet vertellen. Maar de Binnenmaas is de scheiding tussen Westmaas en Mijn Zeerenland. We naderen nu, dat is wel bijzonder. In eerste instantie heette deze polder Grote Rieturen. En in eind jaren 60 was dit weiland. Ik heb nog leren zwemmen hier achter in het hoekje. Dat was het oude zwembad van Westmaas. Tussen de koeien door en dan kon je daar in het riet de zwemkunst eigen maken. Nu zie je hier allemaal huizen staan. Die zijn er 69 geloof ik, 68 neergezet. En toen heeft deze straat, die innamen hebben allemaal de naam Grote Rieturen gekregen. Maar dat is een verwijzing naar 1400 zoveel, toen deze polder zo genoemd is. Door, onder andere door de Karthuizer monniken die hier terechtkwamen. Ja Alfred, want jij komt natuurlijk uit de tijd van de munniken. Maar in de 18e eeuw is Westmaas voor een groot deel ook al afgebrand. Ja, daar wil ik straks op terugkomen, want er heb ik nog een heel mooi verhaal over de branden van Westmaas. Oké, okay. Ja, want wij komen echt wel veel branden tegen, ja, Wim, ja, in alle dorpen waar we al geweest zijn. Maar de mooiste brand, die is in Westmaas geweest. Ja. Ja, noem het maar, de mooiste brand. Maar we gaan hem niet verklappen, dat ga je straks zeggen. Ik heb hem, hij staat op de rol, ik kom erop terug. Maar kijk, Ton, jij hebt vroeger natuurlijk ook Vicky gestoten. Ja, ja. 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 En bliksem, daar doe je ook niks tegen. Nee, maar niet dit was vroeger eigenlijk de rand van het dorp. Hier stond een aardappelkoelloods, die is een paar jaar geleden afgebroken. En hier hebben dit pand en hier verderop hebben in de jaren 60, heeft mijn vader, die was aannemer hier op het dorp, heel veel panden gebouwd. En dat waren allemaal boeren die vanaf het centrum van het dorp naar de rand verkasten. Nou, nu komen we eigenlijk bij het oudere stukje van Westmaas in. Er is niet veel oud Westmaas meer, maar we mogen toch nog steeds trots zijn op de pastorie die we hier rechts zien. Deze is gebouwd voor de dominee in die tijd, die in de kerk verderop predikant was. Dus elke keer als er een nieuwe predikant kwam, ja, dan verhuisde de vorige en dan kwam er een nieuwe predikant in. Wel in hetzelfde huis? Wel in hetzelfde huis. Maar ik begreep dat vroeger de kerk, zeg maar, een katholieke kerk is geweest. Ja, dat klopt, door de tijd heen, maar dat is natuurlijk in heel veel plaatsen in Hoekzewaard zo. Maar die dominee vond het te verrijden om iedere keer hier naar de kerk te komen? Ja, maar in het begin was er hier wel een kerk, maar kerkelijk gezien stond het op een hele kleine schaal. Want Westmaas, als je naar het wapen van Westmaas kijkt, dan zie je drie kruisen aan de ene kant en een leeuw aan de andere kant en een streep er doorheen. En dat is natuurlijk een verhaal apart ook, want Strijen was een heel groot, ja, had daar heel veel land eigenlijk in bezit. En dit maakte in eerste instantie ook onderdeel uit van Strijen. En Strijen heeft in het wapen ook drie kruisen staan. En een ander deel van Westmaas viel eigenlijk meer onder Greup. Want Greup was 4-5 eeuwen geleden, toen Westmaas net begon te ontstaan, veel sterker dan Westmaas. En daarom hadden ze ook nog bindingen met Greup. Later is Westmaas verzelfstandigd en is dat wapen eigenlijk ontstaan uit die twee deelwapens. De leeuw, komt die dan van Greup? Ja, ja, ja. Hey, en Marsland? Want hadden ze een vooruitziende blik op Marsland of wilden ze toen al naar Mars? Ja, kijk, waar de naam Mastland vandaan komt, dat is ook een deel van dit gebied, een kleine hoek hier, die Mastland heette, zal te maken hebben met bomen of iets dergelijks. Oh, Mastland? Mastland, ja. Ik verstond Marsland. Nee, Mastland. Dat is de drank van gisteravond van jouw feest. Ja, dat doet jou. Ik ben gisteravond nuchter gebleven, want ik denk ik laat me niet pakken. Nee, zo is het. Maar
pastorie van Mastland. En we hebben hier nog een stratennaar genoemd, het Mastland. En dat is aan de andere kant van de dijk. En nou, ik maak een fout. Het Mastland was niet aan deze kant van de dijk, maar aan de andere kant van de dijk. Juist. En wat heb je hier Eigenlijk het meest opmerkelijke aan dit pand is een dominee die hier gestaan heeft van 18... Ik doe het even grosso modo. 1830, 1840 heeft hier krap een 10 jaar een dorpsdominee gestaan van Koetsveld. Die was afgestudeerd en die was hier. Dit was zijn eerste gemeente en hij had gehoord. Het was hier heel erg arm. Er was hier nauwelijks geld. Er woonden hier, je had hier 75 huizen staan en dito inwoners, 600-700. Hier was er een goede dominee nodig die ook een sociaal hart had en wat meer voor de mensen zou kunnen betekenen. En daar had hij wel oren naar. Hij kwam zelf van Flaké. Hij is hier toen, heeft hij zijn eerste plaats, zijn standplaats op zich genomen, een aantal jaren. En in die tijd heeft hij hier ervaringen opgedaan. Die heeft hij later beschreven, maar toen was hij hier al weg. In het boek Levensbeschrijving van dorpsdominee tot hofpredikant. En het boek heet De Pastorie van Mastland. Ik heb er nog een fotootje van. Maar goed, uiteindelijk is die man in Den Haag terechtgekomen. En die heeft altijd is hofpredikant geworden. Dus die is verbonden geworden aan het Koninklijk Huis. Oh, zou die dan ook huwelijken ingezegend hebben van het Koningshuis? Ja, ik beperk me tot Westmaas. Okay. Maar hij is dus wel gepredikt. Hij heeft hier gepredikt, maar hij is hier zijn carrière begonnen. En uiteindelijk is hij als hofpredikant zeg maar, is die opgeklommen. En hij had gewoon relaties geestelijk dan met het Koninklijk Huis. Ja, wist jij niet? Nee, natuurlijk. Nee, maar niet. Dit is natuurlijk een bewaard geheim. Daar moet je zo'n monnik voor hebben. Hoe heet het? Elk dorp heeft sowieso zijn kleine geheimen voor Westmaas. Ondanks het feit dat iedereen denkt dat hier niks is en geen historie is. We hebben hier best heel veel historie. En dit is toch wel een hele belangrijke in mijn optiek. In heel Hoeksewaard kom je wel bekende mensen tegen. Daarnet in Sint-Antoniepolder, ja, de vader van Annie M.G. Smit, die daar 20 jaar dominee is. Ja, maar hier hebben we ook wel bekende twee tellen mensen. Hij wordt gebeld. Oh. Nee, niet gebeld. Oh. Een monnik met een telefoon. Kun je je voorstellen? Nee, ik zie hem niet. Maar goed, de pastorie van Mastland, dat is gewoon een literair werk. Oh. Vergelijkbaar met... Het is in 15 talen vertaald, snap je? En het is gewoon te vergelijken met de Camera Obscura. Als je een beetje, zeg maar... Hoe was dat boek? Ja, nou gaan we de... de Camera Obscura, dat was van Visserdijk volgens mij. Ja, Willem Visserdijk. Ja, ik heb het kunnen lezen. Op mijn boekenlijst stond het op de Rijksscholengemeenschap in Nabijland. Of ik het gelezen heb, weet ik niet. Maar dat was in die tijd van Multatuli enzovoorts. Dat soort namen. Maar dat niveau heeft dat werk. En het is eigenlijk een beschrijving van wat hij hier meegemaakt heeft. En dat heeft hij jaren later, toen was hij al hofpredikant, toen heeft hij dat allemaal opgetekend. Ja, dat is eigenlijk een literair meesterwerk. Ja, je vertelt het echt vol passie, hè? Vol vuur. Ja, maar, jij bent er trots op? Ja, nee, ik ben overal trots op, snap je? Ik bedoel, die boerderij hier aan de overkant, die heeft mijn vader gebouwd. En ik was een ventje van 5-6 en ik weet nog dat hij daar boven in die spanten zat, snap je? Ja. Daar ben ik ook trots op. Ja, je bent een echte man uit Westmaas. Ja, weet je, en daarom kan je er ook makkelijk over vertellen. Het is wel zo, kijk, als je alles sek op de details en op de jaartallen vast gaat leggen, ja, dan sla ik de plank natuurlijk aan alle kanten mis. Maar de hoofdlijn, daar gaat het om uiteindelijk. Westmaas is een kleine gemeenschap. Vroeger waren alle gemeenschappen klein en naar binnen gericht. En dat maakte de gehechtheid enorm groot. Dat ben je natuurlijk, ja, die tijd is veranderd, dat ben je kwijt. Maar ik ben er nog eentje van die tijd van dat het gehecht was. Ik ben eigenlijk de vierde generatie van de Giezers hier op dorp. Het is begonnen in Nieuw-Beiland. Daar is een hoofdonderwijzer, die heet ook Van der Giezen. Die heeft daar rond de wisseling van 19e en 20e eeuw daar de school geleid. Zijn kinderen zijn uitgespreid. En een van hun was mijn opa. En die is timmerman hier boven op het dorp geworden. Mijn vader heeft dat weer overgenomen. En ik ben weer verder gegaan, snap je? En hoe noemen ze mensen uit Westmaas? Hebben die een bijnaam? Ja, dan moet ik oppassen. Ik dacht de Breihappers. Maar... De Breihappers? Nee, dat is Messeerland. Ik ben hem kwijt. We gaan hem opzoeken. Ja, dan gaan we opzoeken. Ja, je had het net over... Nee, ga je gang. Je had het net over ongeveer 600 inwoners. Toen. Nu, ja toen, maar nu ongeveer 2400. Het zal best zijn 21, 22, 2300. Ja. Dat wisselt een beetje. Kijk wat je hier achter je ziet. Deze wijk is eind jaren 60 gebouwd. Dat is nog wel grappig trouwens. Dit is de Prins Willem-Alexanderlaan. Toen was hij nog prins, net geboren.
begin jaren 70 is hier een watersportvereniging opgericht. En die de naam gekregen heeft de Strikhoek. Die naam heeft mijn vader nog verzonnen, want die was ook verbonden aan die watersportvereniging. Die vond het wel leuk dat er wat gebeurde. Maar hier kwamen allemaal mensen uit de stad die de stad kwijt wilden en lekker op het platteland wonen. Dus die woningen die werden redelijk goedkoop gebouwd. En ik heb hier een jeugdvriend aan overgehouden, waar we ook samen veel op de watersportvereniging mee gedaan hebben. En zijn naam is Rick van Hemmen. En dat is wel grappig. Familie van de burgemeester? Elke 5 jaar komen we, of ik ga naar Amerika en hij komt hier naartoe, maar ik ga het liefst naar Amerika. Hij woont in New Jersey. En als ik bij hem de straat uitrij en rechtsaf ga of linksaf ga, dan zit ik bij Bruce Springsteen voor de deur. En die muziek vind ik super, dus ik ga altijd graag 1 keer in de zoveel tijd even naar de Van Hemmens, zeggen wij altijd. Hey, Strikhoek, die naam, komt die vandaan? Nou, dat is ook een mooi verhaal. Strikken? Nee, ja ook, maar dat is het niet. Het is een andere strik. Vroeger kwamen er beurtschepen tot Westmaas. Beurtschepen? Ja, dat zijn scheepjes die lading voor derden vervoerden. En daar kregen ze geld voor. De Binnenmaas was gewoon een transportweg voor scheepvaart. En ja, eigenlijk heeft de Binnenmaas, hij is nou ingedijkt, maar vroeger heeft hij gewoon helemaal doorgelopen, toch? Ja, als je goed kijkt, vanaf het eiland van Dordrecht zo, was het gewoon één groot gat met allemaal kreken doorvaarten. En de Maasen, zo heette die toen, die stroomden daar tussendoor. En dit was gewoon de Maasen en die liep gewoon helemaal door richting Greupoud, Beiland enzovoort. Ja, toen hebben ze op een bepaalde moment, is die een keer in Maasdam, is er een dam ingezet. En toen die bepoldering hier begon, is er aan die kant ook een dam ingezet. En toen eerst heette het hier de Maasen en toen is dat omgedoopt in het westen van de Maas. Maar als je archeologisch bekijkt en je zou in die grond graven, je kan het ook aan de bodemgesteldheid zien, zie je die bedding van die Maas gewoon, straks waar we stoppen, zal ik het je aanwijzen, zie je die gewoon door het land heen verder lopen richting de groep. En later, er kwamen hier zeilboten van 40, 50 ton à la Scutius met een geringe diepgang. Die konden net het haventje hier bereiken, maar ging niet uit de vaargeul die hier liep. Kwam je meer dicht richting die hoek van Messeeland in, dan kwam je vast te zitten. Dat was de Strikhoek. Ja, en daar zat maar 50 centimeter water stond daar en daar zat je vast. Later in de jaren 20, 30, toen kwamen er echt gemotoriseerde schepen hier tot in de haven om kolen te brengen, om bieten weg te brengen en om aardappels te transporteren. We hebben hier een kolenboer gehad, ik zal het straks laten zien. Die maakte daar gebruik van. Dus de bevoorrading van de brandstof van Westmaas ging in de jaren voor de oorlog en net na de oorlog gewoon per schip. Ja, want waar die kolen heen ging, dat huisje, dat staat volgens mij op de Rijksmonumentenlijst toch ook? Dat is aan de rechterkant het oud... Dat huisje, nee, dat volgens mij niet. Maar goed, ik denk het niet. Nee. Maar even los daarvan, maar de Binnenmaas was voor Westmaas. En in Messeeland heb je ook nog een haventje, schuin tegenover Theo Verhoef, waar jullie gestaan hebben. Nou, daar kwamen ook beurtschepen. Er zijn gewoon foto's van dat die schepen daar ook lagen. In de Sint-Antoniepolder was een losplaats, op Maasdam was een losplaats. En zo gebeurde eigenlijk de grotere hoeveelheden, de grotere gewichten. Veel activiteit hier. Ja, er is hoop gebeurd, Wim. Ja. We gaan door. Ik stel voor, we kunnen opstappen en gelijk weer uitstappen, maar ik wil bij de kerk wat vertellen. Dus lopen wij daar. Ja, en komt de buschauffeur achter ons aan. Als je ergens in de buurt van de kerk parkeert. Nou kijk, eigenlijk was dit gewoon vroeger, hier liep je al in het land. Ja, dit was het laatste, daar nog één pand en dit was het ene laatste pand. Twee kanten een sloot en het was om een smal weggetje. En hier keek je zo het land in, het Munnekenland. Nou, dit is de Munnekenweg. Links was en is nog steeds het Munnekenland. Alleen het is natuurlijk een groot deel is volgezet met woningen. Maar hier, uiteindelijk zijn die monniken, die Karthuizer monniken hier terechtgekomen. En die zijn hier begonnen om het land te ontginnen. In de vorm van eerst een dijkje eromheen om het water buiten de deur te houden. En uiteindelijk is er een kleine gemeenschap hier ontstaan. En dat is nog voor de Sint-Elisabethsvloed allemaal geweest. Van 14, ik doe het even 21. Uit mijn hoofd. 21. Oké. Okay. Ja. Toen is alles weggevaagd hier met de Sint-Elisabethsvloed in 1421. Voor die tijd was er eigenlijk ook geen naam Westmaas in de annalen. Dat is later gekomen. Toen is het dorp weer opnieuw opgebouwd. Na de Sint-Elisabethsvloed was alles hier weggevaagd. Ja. En iedereen was natuurlijk in diepe rouw. Wat er opgebouwd was, was gewoon totaal vernield. Maar ze zijn weer met goede moed opnieuw begonnen om het opnieuw in te richten. En uiteindelijk is toen langzaam de bebouwing ontstaan. En het wordt het dorp Westmaas. Vanaf dat moment, na de Sint-Elisabethsvloed, is de naam Westmaas ingevoerd. En is ook een kerk gebouwd. En de kerk die je nu ziet, is niet
originele kerk. Er heeft een andere kerk gestaan. Wat groter. Is er met die vorige gebeurd dan? Die vorige was krakkemikkig. Of die vernield is door brand, storm of overstroming, weet ik niet. Maar die heeft een of anderhalve eeuw dienst gedaan. Dat was een Roomse kerk trouwens. Want toen was het gebied, dat is heel interessant trouwens. De scheiding liep nog een beetje, de invloed van Strijen was hier nog. Ook in diezelfde tijd is Westmaas zelfstandig geworden. Toen heeft Strijen gezegd van Westmaas, jullie krijgen een eigen bestuur. Maar tot dan was dit gebied onder het bisdom Luik, viel dit. Ja? Ja. Tot hier, dat lag de grens. En het noordelijkste stuk van Westmaas en Messeerland, dat viel onder Utrecht. Dus er zat hier ook, geloofstechnisch, zat er hier nog een scheiding. Eigenlijk dwars, ja. door de gemeente. Echt letterlijk door het dorp? Nee, ik kan je geen exact antwoord op geven. Dat is eigenlijk net zo'n scheiding als dat je in het wapen ziet. Snap je, in het wapen zie je ook die scheiding met die drie kruisen en die leeuw. Westmaas was een verdeeld dorp. Vandaar dat het natuurlijk heel lang onder een tweezijdig bestuur gestaan heeft. Enerzijds uit de kanten van Strijen en anderzijds uit de kanten van Greup. Maar ondanks het feit dat Greup veel kapitaalkrachtiger was en Strijen, hebben ze toch besloten om er een aparte gemeente van te maken. Met een eigen gemeentebestuur, met een eigen rechtspraak. En toen is er ook een eigen kerk gekomen. Waar ik nog, daar loop ik de hele tijd met die vraag al rond. Van die monniken, zijn daar nog opgravingen van gedaan? Ja, het is ook een mooi verhaal. Uiteindelijk, niemand weet hoe dat die monniken zich zeg maar, hier gehuisvest hebben. Dat kan je ook niet terugvinden. Maar wel is er altijd een soort sprookje, een soort mythisch verhaal dat er een tunnel loopt van de Marienhof, waar jullie ook geweest zijn, hier door het land heen naar de kerk. En er is gegraven in het land en er is een pijpleidingstraal doorheen gelegd, maar er is nooit een spoor van een tunnel. Maar als jij met pensioen gaat, dan kan jij dat uit gaan zoeken. Ja, maar dan had ik nog een paar andere dingen ook op staan. Ja, maar met die emmer, Wim, dan gaat hij nooit allemaal redden. Nee. Waar zijn we hier terechtgekomen? Dit is eigenlijk de traan, toch? Ja, dit is een monument wat twee jaar geleden, met behulp van een aantal mensen hier uit het dorp die zich daarvoor ingezet hebben om een gedenksteen te maken van mensen hier uit de omgeving, hier uit het dorp, die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik ga ze niet aftellen op belangrijkheid of op waarde, maar een hele bekende was Johannes Kolff. Een verzetsman, daar is ook een boek van geschreven. Die is onder andere ook om het leven gekomen tijdens de oorlog. En Johannes Kolff, die familie Kolff, die is opgegroeid in het huis recht tegenover waar ik woon. Dus dat is eigenlijk een straatgenoot. Dit monument is door kunstenaar uit Maasdam, Eelse Bies heet hij geloof ik, ontworpen. En door de plaatselijke steenhouwer, om het met een mooi woord te zeggen, gemaakt. Dat is natuurlijk een verrijking om alle mensen die hierop staan niet te vergeten. Maar hier staan ook die vijf mensen op Van de Greup. Ja, de vijf van de Greup. Ja. En dat verhaal dat wil ik straks bovenop nog verder afmaken. Maar hier, om je een beeld te vormen. De straat zag er als volgt vroeger uit. Dit is eigenlijk nog redelijk authentiek allemaal. Hier stond in dezelfde stijl als dat huis. Dat was een boerderij vroeger, stond een grote schuur achter. Hier stond een huis tegenaan in dezelfde stijl tot ongeveer hier. En dat was de burgemeesterswoning. Hier woonde de burgemeester. En was er een stuk niks. En dan begon hier, tot daar de straat, stond het gemeentehuis. En over welke tijd praten we? Ik praat nu over de Tweede Wereldoorlog, want ik haak in op het monument wat daar staat. Maar ik hoorde jullie, toen jullie bij het monument op Greup waren, dat die mevrouw zei van alle mannen, 400 mannen, zijn toen verzameld. Ja, en die zijn toen naar een school of naar een plein gebracht. Dat is niet op de Greup geweest, dat is hier geweest. En waarom zeg ik dat en waarom weet ik dat ook zo stellig? Daar recht voor de molen, daar stond vroeger het pand en daar haak ik straks weer op in met de grote band van Westmaas. Dat was de timmerwinkel van mijn opa in de Tweede Wereldoorlog. En mijn vader die was toen 15 en die zat voor het raam boven op zijn slaapkamer, 's avonds. Want er kwamen die middag 300 Duitse soldaten hier naar Westmaas. Die hebben alles afgegrendeld en toen zijn alle mannen en jongens hier in de omgeving opgeroepen. En die moesten zich allemaal hier verzamelen. Echt een razzia. Ja, echt een razzia geweest. En die hebben hier allemaal gestaan. En mijn vader heeft dat gezien. Die heeft ook de auto's aanzien komen rijden met de Engelse piloten die gepakt waren in het land. Want die waren uiteindelijk toch, hebben ze zich opgepakt. Die hebben hier in het gemeentehuis een nacht gezeten. En die mannen die hebben hier, die zijn ondervraagd en er zijn dreigementen geuit van 1 op de 10 wordt afgeschoten enzovoorts enzovoorts. Voordat ze die vliegers opgepakt hadden om druk te zetten op de bevolking van geef ons die vliegers. Ja. En daarom hebben ze dat heel zwaar aangepakt. Ja, uiteindelijk heeft dat natuurlijk een aantal mensen het leven gekost. En de bevolking die hier opgesteld staat, die heeft een hele zware emotionele diepe nacht en avond meegemaakt. En uiteindelijk is de rest allemaal vrijgelaten. Ja. Ja. En dat heeft hier op deze plek allemaal plaatsgevonden. We gaan denk ik naar het laatste stuk. We lopen door.
En dat is ook nog wel een detail. Eigenlijk is dit stuk, dit heet de Breestraat. Maar we lopen tegen de dijk aan. Dat is eigenlijk de hoofdader van Westmaas richting Strijen. De andere kant richting Meseerland uit. Zoals het vroeger de gewoonte was, was dan de straat die er dwars op stond, noemden ze Voorstraat. Dat vind je bijna in elk dorp. Dit is ook een Voorstraatdorp, heet dat. Ja, net als de Molendijk, hè? Als ja, de molen stond. Precies. Alleen dat is later omgetoverd in Breestraat, omdat die breed was. En waarom en hoe is mij niet bekend. Alleen hier wijkt dat dan een beetje af. Nou, dit is voor mij een historische plek. Waar die auto nou aan de overkant overheen rijdt. Waarvoor is dat voor jou zo historisch? Dat was de oude woning met de timmerwerkplaats van mijn opa, A.W. van der Giessen. Die hier voor de oorlog terechtgekomen is. Getrouwd en hier een timmerzaak begonnen is. En direct hier naar het stadhuis stond de woning en daarachter stond de schuur. En daarachter... Was dit het stadhuis? Nee, dat is van de familie Bijl, dat is de vlasterij. Maar dit huis... Dat heeft hier tot mei 43 gestaan en hiernaast was de tuin en de houtopslag. Wat er gebeurd is dat er daar tussen het huis van mijn opa en van de familie Bijl, dat was een oude boerderij, daar werd het vlas verwerkt. Er hebben twee jongetjes van 6 jaar met lucifer zitten spelen. En daar is brand ontstaan en er was een oostenwind, zuidoostenwind. En die wind is zo over het dorp getrokken. En eigenlijk als je de Nieuwstraat uitkijkt... Dan is om het andere pand is er een pand naar beneden gegaan, zeg maar, door de brand. En dat is heel snel gegaan. Maar het was oorlog, het was 43. Dus alles was gebrekkig, de bluscapaciteit was gebrekkig, enzovoorts. Toen zijn er brandweerwagens nog uit Rotterdam hier naartoe gehaald. Duitsers hebben nog meegeholpen om te blussen. Uiteindelijk is het bestreden, maar goed, het huis van mijn opa onder andere, dat was finaal met de grond gelijk. Ze hebben daar later van de restanten een noodwoning gemaakt, die heeft hier nog een aantal jaren gestaan. En uiteindelijk zijn we verhuisd naar Nieuwstraat nummer 38 en daar heeft hij zijn bedrijf verder voortgezet. Dus hier is de grote brand van Westmaas ontstaan, hier ligt de roots van onze familie. Hier heeft mijn vader gezien wat er zeg maar gebeurd is toen die vliegers van de greup opgepakt zijn. Weet je, eigenlijk is dit Westmaas. Een stukje die kant uit, een stukje die kant uit. Hier één straat richting de polder en dit was er niet. En daar de Smitseweg, die ging naar Klaswaal. En tot net na de oorlog was er ook niet meer. Toen was het allemaal weilanden eromheen. En toen dit gesloopt is, toen is die dijk hier naar beneden gekomen. En dat was eigenlijk de ingang om nieuwbouw te gaan plegen. En heel veel blokken huizen die hier allemaal achter staan, zijn allemaal door mijn vader en door mijn opa gebouwd toen de tijd. En alle grond die hier uit de bouwputten kwam, dat zal ik je straks laten zien, werd bij mij achter het huis zo de binnenmaas ingereden. En daarom hebben we er 60, 70 meter grond bij gekregen achter ons huis. Het mooie Westmaas weer uit. Alfred, waar zijn we? Nou, we zijn hier op de scheiding van Westmaas en Meseerenland. De grens? De grens van Meseerenland en Westmaas loopt hier. Eigenlijk aan deze kant. En dat is heel leuk om te zien. Als we hier naar dit bord lopen, dan kan je het zien. Dit is de grens. Dan hebben ze toch net het bord verkeerd gezet hier van de gemeente. Maasdijk, Nieuwstraat. En dat loopt hier dwars door dat huis heen. Echt waar? Ja. Dus dat is heel typisch. Maar het is wel gecodeerd op Nieuwstraat. Dus, ja. Maar die mensen wonen deels in Westmaas en deels in Meseerland. Dus als je je goed voelt, woon je in Westmaas. En voel je wat slechter, dan ga je in het Meseerlandse deel zitten. Juist. Ja, want jij bent een echte Westmaas. Ik ben een echte Westmaaser. Maar ik wil er toch wat over vertellen. In oorsprong hoorde deze dijk bij Westmaas. Want het is ook logisch. Het was gewoon onderdeel van de gemeenschap. Want Meseerland lag gewoon 3 kilometer verderop. Dan moest je helemaal door het land heen. Dan kwam je in Meseerland. Maar toen, ergens in de 16e eeuw, 15e eeuw, kwamen de twisten van waar ligt nu de grens. En het was hier allemaal kreken en overstromingen geweest. En hoe dat gebeurd is het gebeurd. Maar eigenlijk hebben ze dit stuk weggegeven. En toen is de blauwe steen, een basaltblok, is neergezet als scheiding, de nieuwe scheiding tussen Westmaas en Meseerland. En laat die nou hier nog net staan, die blauwe steen. En dat blok dat markeerde,
grofweg de scheidslijn tussen Westmaas en Meseerland. Het is echt een symbolische blauwe steen. Ja, dat is een blauwe steen en die heb hier ook gestaan. Een blauw basaltenblok, maar waarschijnlijk had die daar gestaan, want die ingang van de blauwe steen is langzaam veranderd. Daar zie je op het naambordje ook blauwe steenweg. Ik heb het idee dat je nog steeds moeite mee hebt dat weggegeven is. Ja, voor ons begint daar, dat heb ik al een keer eerder gezegd, het Wassenaar van de Hoekse Waard hier. Ja, en Westmaas, daar wil ik straks ook een beetje mee afsluiten, is voor mij, en eigenlijk zo is het dorp ook groot geworden, als Werkmaas. Ja? Westmaas, Werkmaas. En Meseerland is toch heeft een heel ander karakter. Praat met de originele Westmaasers, hoor je allemaal van, ja, weet je, die echte aard is compleet anders. En dat heeft zich ook nooit in elkaar geïntegreerd. Verenigingen die in elkaar opgegaan zijn, zie je gewoon dat de originele bevolking niet meegaat naar de andere kant. Maar is dat niet een beetje ouderwets? Ja, dat is ook ouderwets, maar wat geeft het? Maar zou dat nou met de Hoekselwaard dat we één zijn geworden gaan veranderen? Nee, dat denk ik niet. Want in principe, die volksaard die blijft erin zitten. Maar als je hier later bijgekomen bent, dan kijk je er anders tegenaan. Maar voor tweede, derde, vierde generatie mensen zit daar toch nog een behoorlijke kloof in. Maar zou de jeugd dat straks ook nog hebben? Nee, als je twee, drie generaties verder bent, is dat klaar natuurlijk. Maar ik wil nog even één ding over die blauwe steen vertellen. Waarom ligt die zo? Ze hebben hier gekeken en ze moesten een referentiepunt hebben. En als je een hele goede ogen zou hebben of een verrekijker en je zou de boom allemaal wegkappen, staat die precies gericht op de kerk van Zuidland, aan de andere kant van het spui. Juist. Ja. En ik wil je dan nog even het laatste meegeven waarom dat dit ook een historisch stuk is, want dit heeft helemaal volgestaan met historische panden. Volgens mij heb hier een kerk gestaan. Hier heb een kerk gestaan, tot 10, 12 jaar geleden. Die zag er zo uit en dat was eigenlijk een soort doosvorm. Dat was wel redelijk moderne. Ja, dat was modern, maar dat is gekomen begin jaren 70, was er een zware storm. En die heeft de oude dakconstructie die je hier nog kan zien, zoals die geweest is, zo zag die er origineel uit. Zo zien bijna alle gereformeerde kerken eruit van een eeuw oud. Die was zo slecht geworden en hij was achter gaan zakken, dat gebouw, dat hij niet meer gebruikt mocht worden. En toen hebben ze heel de bovenkant eraf gesloopt en een nieuw plat dak erop gemaakt. En dus die bovenste foto, dat was eigenlijk de kerk? Juist. En dit dat is geworden, ja. En toen 15 jaar geleden zijn de gereformeerde gemeenten en de hervormde gemeenten zijn samengegaan. Dat is een PKN-gemeente geworden, samen op weg. Toen was dit gebouw overbodig, want ja goed, dat is een historischer gebouw, beter, enzovoorts, enzovoorts. Dus toen is er besloten tot verkoop van dit gebouw. Ik heb uiteindelijk die kerk gekocht, dit perceel. Maar dat gebouw, ik heb het nog een aantal jaren als opslag gebruikt. We hebben heel veel eruit gesloopt wat we nog gerecycled hebben. Die wand die je daar ziet is de vloer van de kerk geweest. Die palen hier, die zijn allemaal uit de vloer van de kerk gekomen. Dus dat waren balken van 15 meter lang. Weet je wie die paal hebt neergezet? Dat is een marcheerde landen geweest voor jou. Maar goed, ik heb het gebouw uiteindelijk gesloopt. Omdat het te veel kosten met zich meebracht om het te houden. Maar ik heb hier ook, en voordat deze kerk er stond, stond deze kerk er. Dus snap je, er zit historie. Hier heb je het huisje van Kolf. Daar heeft hij nog een huis tussen gestaan en daar heeft hij nog een huis naast gestaan. Maar dat is allemaal helaas verdwenen. Maar daar, in dat pand, daar is mijn opa dus na de oorlog, toen het daar op dorp fout gegaan is, zijn ze hier terechtgekomen. Uiteindelijk heeft mijn vader dat overgenomen en die heeft het ontwikkeld van een klein timmerbedrijf tot een aannemersbedrijf. En 22 jaar geleden heb ik het weer overgenomen en ik ben een andere richting uitgegaan. Jij doet helemaal niks in aannemerij. Nee, ik zit nu in de medische wereld. Wij bouwen voorreinigingsapparatuur voor medische hulpmiddelen. En wat betekent dat? Je verdient goud geld nou met die coronatijd. Mijn bedrijf ligt helemaal plat sinds begin maart. Omdat alle ziekenhuizen zeg maar alleen in de stand-by-stand geschakeld zijn. Ze willen de patiënten behandelen en er wordt niet meer aan installaties gesleuteld. Dus ja, ik heb bedrijfstechnisch gezien heb ik een groot probleem momenteel. Maar goed, we overleven dat wel, want die markt die komt weer terug. En we hadden een goed bedrijf en ik geloof er nog steeds in. En het blijft een goed bedrijf. Ja, wij bouwen een uniek product. Maar kijk, de laatste zin is, welkom in Westmaas, parel van de Hoekse Waard. Maar jij gaat nog één ding verklappen. Suzette. Vorige week, toen stuurde ene Suzette van der Giezen, die stuurde mij een berichtje. Ja, mijn man die woont al zoveel jaar daar en daar. En vertel nou eens even hoe het echt zit. Nou, het zit heel simpel. Ik heb geen account op Facebook en ik zit een aantal dingen te volgen die betrekking hebben op deze streek. En dat is onder andere alles wat met RTM te maken heeft in het verleden. Met name het stoomtijdperk. En daar wil ik jullie nog heel even een flits van laten zien. En alles wat met oude zeilvaart te maken heeft. En dat doe ik altijd via haar account. Maar zo heb ik toevallig jullie Gunter White afleveringen gezien. Dus ik denk, nou, ik heb
Ik doe net alsof Suzette iemand weet die wat te vertellen heeft. Dus, maar ja, ik heb hem uiteindelijk maar blootgegeven. Maak je op deze niet meer contact, of niet? Dus, maar misschien wil je ze straks nog wel wat te drinken geven. Maar we lopen even naar beneden en dan zal ik je laten zien waar een klein dorp ook groot in is. En dat betekent jezelf ontwikkelen. En dat heeft een relatie met de bus, met de RTM en met de historie van de stoomlijnen die hier door de Hoeksewaard gelopen hebben. Vroeger had je hier in de Hoeksewaard stoomlijnen, stoomtram, de RTM, waar uiteindelijk de bus het vervolg op geweest is. Ik wil vertellen dat mensen in hun leven meer kunnen dan ze denken. Mijn vader is begonnen ooit als timmerman, heeft van een klein timmerbedrijf van zijn opa een aannemersbedrijf gemaakt. En toen hij met 60 was, toen hij de boel wel voor elkaar had, noem ik het maar, toen is hij zich gaan specialiseren in het bouwen van echte stoommodellen. En alles wat je hier ziet zijn de locomotieven die door de Hoeksewaard gereden hebben. Maar die werken ook. Die zijn onder stoom te brengen. Hij heeft hier door het hele land heen mee gereden. Echt waar, joh? Dan hangen er dit soort wagens achter en dan hangen er 10, 15 kinderen zitten erin. En dat rijdt dan een rondje. Ja, en dit is één zo'n locomotief. Kijk, deze twee zijn hetzelfde. Die twee zijn ook hetzelfde. De grote en de kleine. Of, en die andersom. Heeft hij allemaal zelf met de hand allemaal. Gemaakt? Allemaal. Ja, hij heeft de tekeningen opgevraagd. Geweldig, die. Ja, maar het zijn ook werkende modellen, gekeurd. Het zijn stoommachines. En dat was je vader? En dat was mijn vader, ja. Hoe oud is hij geworden als vader? 83. Ja. En dit zijn de wagens waar de bieten mee vervoerd werden naar de suikerfabriek. En dit zijn de wagons, een beetje zonder kap. Maar hier werden de personen in vervoerd. En ze hadden ze ook in een uitvoering voor kolen. Mooi, RTM, echt het Rotterdamse wapen erin. Ja. Geweldig. En we hebben erachter nog 5 staan, maar het was me te veel werk om alles buiten te zetten. Nee, maar ik wilde eigenlijk gewoon meegeven van, er is zoveel historie in de Hoeksewaard, ook in Westmaas. Westmaas is gewoon... Ik vind het ook een mooie eerbetoon aan je vader. Ja, dat is het ook, weet je. Ik ben er ook trots op en ik heb er een paar hebben we weer onder stoom gezet. En dat is gewoon een schitterend gezicht heb als dat ding weer vlak. Heb je er zelf ook in verdiept? Ik zit door mijn werk, wij bouwen ook sterilisatoren. Ik zit ook in de wereld van professionele stoom. Door mijn werk, wat wij doen. En stoom is een machtig middel en stoom heeft veel meer power dan elektriciteit en gas. Want het opnamevermogen van stoom is zo groot. En daarom kan je zulke krachten eruit halen. Uit zo'n klein locomotief, je staat er versteld van. Hij heeft hier op het dorp gestaan, midden op het dorp. En er hebben een treintje gelopen een keer op de feestdag, de jaarlijkse feestdag. En er zaten er 20 kinderen achter. Oh, dus straks als corona voorbij is, tenminste als we weer mee mogen doen. Zou jij het dan nog een keer willen wagen om met kinderen hier op die feestdag? Ja, dan moet er eerst een feestdag komen. Ik heb het 1 keer ook mee georganiseerd. Mijn zus zit er ook in dat comité. Enzovoorts, enzovoorts. Ja, weet je, alles is mogelijk als je er zin in hebt. Nou, zover is Alfred, dan hoort het wel. Dan komen we gezellig bij je langs. Dan, komen dan we laat filmen. Ik de fluit gaan. Als je laat de fluit, je fluit hoort gaan? Van de stoomlocomotief. Als over de fluit de gaat, dan loopt de locomotief over de dijk. Kijk. Daar houden we ons aan vast. Juist. Ja, Suzette, wij willen jou heel erg bedanken. Alfred Suzette. Ja. Alfred Suzette, ja. Monnik, broeder Tuk, we hebben je alle namen gegeven. Ja. Echt tof dat je dit hebt gedaan, dat je zo hebt ingelezen de laatste dagen en contact met ons hebt opgenomen. En hopelijk kunnen we nog heel veel van deze mooie, markante figuren in Hoeksewaard gaan treffen, geweldig, Tom. Geweldig. Super bedankt, Alfred. Niks te danken. Wij gaan naar Klaaswaal. En daar hebben we met Arie van der Veer een afspraak. En nog iets leuks. Heel iets leuks met een flap, hoor. Oké. Okay. Ga je mee? Bedankt. Dat liedje, als het gras twee kontjes hoog is. Ja. Als het gras twee kontjes hoog is. Dralali. Dralala. En waarom zingen we nou? Ja. Wij gaan even bij een bekende... Ja, een duo. Ja, een tweeling. Of, van is het een tweeling of zijn het gewoon zussen? Ik deed het zussen volgens mij. Maar dan gaan we kijken. Hier staat het al. We zijn aan de Van Wanrooylaan. En dan gaan we zo bij de zusjes Paula en Annie gaan we langs. Zouden wij zelf ook nog... trekharmonica, hè, doen ze. En zou Annie mijn tasje vast willen houden? We gaan het gewoon vragen. Zullen we gaan kijken of ze er zijn? Ja, ga je mee? Ja. De dames van Wanrooy, de zusjes Paula en Annie.
Ja. Bekend van onder andere het Chantico. Chanticoor, dat leiden ze inderdaad. En ja, we gaan naar hun optreden luisteren. Misschien kunnen we hem zelf ook wel een beetje meezingen. Ja, dat doen we graag, hè? Zingen zijn wij supergoed in. Dat weten de wannabes bij Feyenoord. Bij Feyenoord. In de Kuip hebben we gezongen. Ja, hele zalen zongen we leeg. Dat hebben we ook gedaan bij het kasteel, bij Sparta, ja, bij Excelsior. En weet je nog, vorig jaar in de Europa Run, waar we nu helaas niet meer mee kunnen? Ja, daar hadden we nu moeten zitten. Ja, Daniel de Hoed, daar hebben we toen gezongen met Feyenoord, weet je nog? Ja, die deed voor het eerst mee aan de Europa Run. En dat wilde toch nog even zeggen, hè, want ook in coronatijd, die ziektekanker, die blijft ook gewoon doorgaan. Wij blijven iedereen steunen natuurlijk. En helaas kunnen we die mensen niet op deze manier met de Europa Run steunen, maar... Weet dat we aan ze blijven denken. We hebben hier. We worden ontvangen met prachtige muziek, Wim. Ja. Kijk, en jij hebt een voorkeur voor blond. Ja, jij blond. En ik ben donker. Jij donker, hè? Ja. Heerlijk, hè? Lekker, Wim. Ja, wij mag je niet vastpakken. Want we doen zo samen, hè? En dat hebben we gewoon in Klaaswaal, hè, dit? Gewoon in Klaaswaal. Dat is echt lekker, Tom. Zingen kan je al goed. Goed voor onze conditie, Wim, dit. Even niet meer publiek, sorry. Nee, dat was genoeg, hè? Nou, ja. Er staan wel twee fans van jullie. Volgens mij zoeken ze nog verkering. Ja. Dames, ik geef jullie even de microfoon. Nee, Ton, we zouden het anders doen. Jij hield van blond. Oh ja. Ja, dus ja, grijs blond. Ja, jij komt bij mij. Hij is blond. Ja, hij is nog zwart. Grijs. Ja, hij is brutaal, hè? Ik zal het altijd mee meenemen. Eerst eens eventjes stage laten lopen. Gewoon. Ja, ik doe rustig al met hem, hoor. Je moet uitkijken. Maar stel je eens voor, wie ben je? Ik ben Annie en dat is mijn kleine zusje Paula. Ja, dat zie je ook. Wij schelen 4,5 jaar, maar dat had je wel gezien zeker. Ja, jij wel, hè? Ik dacht echt dat je 20 jaar jonger was, Paula. Hey, maar jullie spelen al jaren samen, of niet? Ja, vanaf dat ik eigenlijk ben geboren. Nou ja, serieus. Je bent geboren met zo'n ding, hè? Nou, bijna eigenlijk wel. Gewoon denk op je buik? Ik. Ja. Ja, die buik heb ik nog steeds. Maar die zit onder die accordeon. Nee, maar ik was 8 en toen begon ik. En ik was 8 en 3 maanden. En toen trad ik al op bij Olga Lovina. Nee. Dat is de jodelzangeres. Ja. En dat is echt waar, met haar. Samen. Okay. Dus dat was na 3 maanden les.
Jij was eerder begonnen. Jij was al begonnen toen. Ja, omdat ik natuurlijk wat ouder was. En Paula wilde altijd heel graag, maar ze moest eerst kunnen lezen. En dat duurde iets langer. Ja, dat duurde 32. Ja. Nou, ze speelt nog het liefst uit het hoofd. Maar wij zijn toen ook in de Hoekse Waard direct begonnen. In Oud-Beierland speelden we elk jaar bij de AMBO. Voor de bejaarden? Want dan was er bingo. Nou, dat vonden wij als kind gezellig, heel gezellig. En in alle bejaardenhuizen eigenlijk in die tijd. En ik vind het zo leuk nu in die coronatijd dat we ze allemaal weer gehad hebben. De Open Waard zijn we geweest. In Noemersdorp, ja. Pierceel. Heemzicht. Heemzicht. Oud-Beierland. De Open Waard, toch? Rembrandt. Ja, Rembrandt. En ook in Puttershoek. Ja. Het Huis ten Hoeken bijvoorbeeld. Nou, we willen al die mensen even heel hartelijk de groeten doen. Want we vonden het heel leuk om ze buiten te zien. En we hopen ook weer gauw dat we binnen kunnen bij. Maar ja, dat was Oud-Beierland, hè? En, maar jullie, volgens mij, zijn jullie ook wel eens bij Opvoedle Tour en zo geweest, toch? Met Giel Montagne. Ja, we hebben alle programma's een beetje met Paul de Leeuw. Zijn we de wereld en zo. Gegaan, ja, nadat we in 1981 de wereldkampioenschappen gewonnen hebben. Toen werden we echt overal uitgenodigd, van Amerika tot Japan. En het heeft heel lang geduurd voordat we weer op de boomlijk waren. We waren bijna altijd onderweg. Oh, ik dacht dat je wilde zeggen dat het heel lang duurde voordat Gunther Wijd jullie uitnodigde. Maar wij zijn nog niet zo lang bezig. Maar Wim, ik vind ze wel mega spontaan. Want eigenlijk gistermiddag kwam het pas bij ons op. Ja, als kak. Hè? Als kak gewoon. Van, joh, dat zou zo leuk zijn als we die twee nou in onze uitzending krijgen. En ik bel. En wat waren jullie rete enthousiast. Ja, maar ook omdat jij meneer Veer... Arie van de Veer. Arie van de Veer noemt, want die ken ik ook al vanaf dat ik 8 was. Jong waren, hij organiseerde ook altijd van alles. En nog steeds bij de bejaarden in Klaaswaal, ook elk jaar komen we, dat organiseert hij. Dus ja, dat is heel leuk toen je dat zei. En ik had een gesprek met je en het klikte gelijk. Hè, dat ja, maar dat heb je met blond en grijs. Hè? Ja. Ja. Maar dat hebben wij met donker. Donker en donker, ja. Ja, leuk. Hey, Tom. Ja. Hey, we kennen maandag naar een terrasje. Ja. Zullen we een date? Ja, dat lijkt me leuk. Wonen jullie samen hier zo? Met kinderen, dat wel. Met kinderen. Maar, ja, maar die mogen gewoon... Maar die zijn al volwassen. Oh, oké, okay, joh. Maar jullie echt samen zonder man? Ja. Echt? Ja. Maar, bevalt er goed? Bevalt heel erg veel goed. Dier, hè, Paula, die is in deze tijd, maar misschien heb je dat gezien, want op Facebook zijn er heel veel filmpjes gemaakt. Moet je maar eens goed zoeken bij Dave van der Wal. En bij Paul de Leeuw hebben we pas ook iets opgenomen met Richard Groenendijk. En wat voor dieren? Nou, dat ging over een klein vogeltje. En Paula die praat met onze ganzen, kippen en met de kalkoenen. Dan heeft ze echt... Als je, praat ze mee. Ja, als je niks te praten hebt. Een klein vogeltje, hoor, die praat. Ja. Ja. Hij tweet meer, hoor. Kan dit wel uitgezonden worden? Ja, dit kan. Ouderen, dus dat kan gewoon. Kan. Maar jullie hebben geen honden? Nee, ik hou helemaal niet van beesten. Nee, ik ook niet. Hij scheet al in zijn broek. Ja, omdat de cameraman die had gezegd... Joh, Ton, daar zit een grote herde. En dan net in de bus, je zag die ogen van... Oh, hier, die zit hiernaast. Hiernaast heb je inderdaad hondenkennel ook. En, ja, grote honden. Oh, dan gaan we hierna naartoe. Voor jou. Nou, weet je, dan zullen we lekker gewoon Klaaswaal gaan ontdekken weer. Ja, ik wil nog wel... gek op de Hoekse Waard. Want we hebben wel eens een keer gekeken buiten de Hoekse Waard. Maar wij willen niet weg uit Hoekse Waard. We zijn echt Hoekse Waarders. Geboren en getogen. En nu ons hebben ontmoet. Maar wij reizen helemaal een uur langer dan dat we ergens anders moeten wonen. Maar hier een stukje verder is het kamp. Maar hebben jullie daar nou vroeger gewoond? Daar ben ik geboren. Tot mijn 33ste heb ik daar gewoond. En mis je het niet om daar te wonen? Nee. Ik zeg nog altijd, ik woon het liefst in de woonwagen. Caravan staan. Ja, echt waar? Ja, we hebben nog een caravan hier in het bos. Daar hebben we ook wat filmpjes. Oh, wat gebeurt daar? Dat zeggen we allemaal niet, wat daar gebeurt. Wordt daar ook weer in een trekzak gespeeld? Ja, dan wordt ze de regen beter op het dak. Ja. Ja, maar dat is wel goed om inspiratie op te doen. En dan sowieso die stem van Jan van Veen. Candlelight. Kun je voorstellen? Ja, vanavond zijn we bij de zusjes van de Roy. Ik heb gehoord dat jullie nog een leuk afscheidslied voor ons gaan spelen. Ja, dat en dan... is verzoeknummer van ja, jullie. Ja, dan moet jij maar uitleggen hoe dat komt. Nou, ik zag dat gras hier zo. Ik wilde het eerst hier doen, want dat hebben jullie wel heel erg kort. Ik weet, volgens mij heb je het in de fik gestoken, maar dat is wel heel erg kort hier zo. Nee, weet je wat wij hebben? Kijk, daar, dat kan je niet zien natuurlijk, maar dat is een, hoe heet het zo'n ding, wat automatisch gaat. Een automatische robot. Ja, automatische man die op zo'n ding zit. Maar okay. Automatisch. Ja, maar daar zijn, dit kan niet uitgezonden worden, automatische man. Ja. Daar krijgen mensen ook hele verkeerde gedachten maar, bij, Paul. Toen zag ik dat gras staan en ik denk, nou, dat houden ze vast niet bij. Dat is zeker twee kontjes. Hoog. Dus ik wil dat nummer graag horen en dan gaan wij lekker verder met de bus. Moet je er wel bij meezingen, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, als het gras twee kontjes hoog is, tralala. Als het gras twee kontjes hoog is, tralala. Hold on.
Oliver. Ja, mooi man dit. Mooi toch? Ze hebben humor. Ja. Echte Hoekse Waard. Heerlijk, heerlijk. We gaan nu onze gast gaan we opzoeken, Wim. Ja. Meiden bedankt. Ja, dat was... Je bent uitgeput. Je loopt helemaal te eigen. Ja, maar dat komt... Wim, moe. Van het dansen, man. Ja? Ja, en gewoon dat feest van jou gisteren. Ja, dat hakt erin, hè. Zo'n twee dagen zo achter elkaar. Dat trekken we niet meer. Nou. Hey, we gaan nou de bus weer in. Daar hebben we een afspraak met Arie van der Veer. Ja, die ken jij? Ja, die ken ik goed van de voetbal. Daar doet hij het rad van avontuur altijd. Hoe lang maar, al? Oh, 60 jaar geloof ik doet hij dat al. Maar ja, Arie die weet heel veel van Klaas Waal te vertellen. Dus we gaan eens eventjes bij Arie kijken. Ha, Arie. Goeiedag. Zo, jij was al opgestapt bij de bushalte. Ja, dat klopt. En jij gaat ons Klaas Waal laten zien. Ja, en nou zijn we op een plek wat ik niet ingeschat had. Maar we zijn er nou toch. En dan kan ik eigenlijk wel beginnen om hier wat te vertellen. Over de situatie waar die dames van Van Rooy wonen. En dat zal ik doen kort en krachtig. Er was een aanvraag van die meisjes toen... 40 jaar geleden, om een woning te mogen bouwen, een dubbelhuis, waar ze ook de moeder in zouden kunnen innemen en verzorgen. Nou, dat mocht niet, want het bestemmingsplan moest gewijzigd worden en je mocht hier alleen maar bouwen in het buitengebied op dezelfde fundatie als dat huisje wat hier vlak voor staat. Nou, dat lukte natuurlijk niet, dus... Burgemeester Kostanje was toen nog burgemeester van Klaas Waal. En ondergetekende zijn toen overeengekomen uiteindelijk bij de provincie een dubbel huis te mogen bouwen. Als het klaar was, moest dat worden afgebroken. Want dat bleef dan, dat was het wisselgeld. Nou, wat staat er nog, dat zie je. En daaruit opmaken dat onze relatie met de familie van Van Rooy zodanig was dat ze enerzijds in de gemeente alleszins geaccepteerd werden, maar anderzijds ook een plekje namen in het culturele leven van Klaas Waal. En nou, dan heb je eigenlijk al een type Klaas Waal te pakken. Ze hebben de tradities van de Klaas Waals rimpeloos overgenomen. Meegedaan met alle mogelijke activiteiten. En het mooiste was, uiteindelijk kreeg de provincie moeite met de opslag van de materialen daar op de dijk. En toen wilden ze dus hebben dat de woonwagenbewoners geïntegreerd werden in de burgerij van Klaas Waal. Maar dat waren ze al. Juist. Dat moesten we verdedigen in Den Haag ook weer opnieuw. Ja. Hey, en Arie, want voor de kijkers die het niet weten, jij zat vroeger in de gemeente, toch? De gemeenteraad. Ja, in de gemeente Klaas Waal ben ik begonnen als wethouder. En vervolgens in de gemeente Kroomstraaier 16 jaar lang. En ja, als je dan hebt over mensen en over verhalen, ja, dan moet ik maar gelijk zeggen, achter elk mens zit een verhaal. Zeker. En veel van die verhalen ken ik. Ja, dat is mooi. Hoeveel verhalen heb je van ons vandaag? Nou, ik heb mijn vrouw heb pas nog, vanochtend nog een paar stukjes laten zien. Ja, daar moet ik in feite afstand van nemen in die zin dat het natuurlijk op een andere plek was. Als je op Klaas Waal dingen gaat vertellen die niet kloppen, ja, dan zou het kunnen zijn dat ik je corrigeert. Ja. Ja. Heel goed. Arie, wij gaan de bus starten en dan gaan we... Waar gaan we starten? Laten we maar even naar de oude sluis gaan. Dan rijden we over de weg heen. En dan kan je wel even de kant staan bij een woning daar net over de oude sluis. Helemaal goed. Kevin, je mag de bus gaan starten. Dan gaan wij lekker op route met Arie. Ja, buschauffeur. Zo ging dat vroeger ook, hè? Bus open, deur, ja. Up. Iedereen eruit. Zo, waar zijn we aangekomen hier, Arie? We zitten op de oude sluis.
En als je nou even achter je kijkt, dat huis hier op de hoek. Dat witte huis? Dat witte huis, dat was vroeger een oud huis. Daar woonde Kees Pierneef. En Kees Pierneef was de burgemeester van de Oude Sluis. En die ging met de olie langs de deur, met de handkar. En als hij nou, hij had altijd een rol pepermunt in zijn zak. En mijn vrouw, die komt hier uit de dijk, 100 meter verder. En die kwam altijd spelen bij de dochter van Kees Pierneef. Was getrouwd met Wout Snel. En dan ging ze spelen en dan kreeg ze altijd een pepermunt. En heb je nou pepermunt bij je? Nee, maar die smaakte naar de petrolie. Ja, ze hebben het er nou nog over. Even naar de camera kijken, Arie. Dat betekent dat ze het er nou nog over hebben. En ze zegt, denk dat daar niks zegt van die man, want ik ging er graag naartoe. Ja, nou, dus jij krijgt dan morgen, dan krijg je het te horen. Denk ik. Aan de overkant, daar bij de wagenschuur, zat Ooi van Rees. Dat was een timmerman, toch? Dat was een timmerman. En eigenlijk maakte die kuipjes voor de spruikarren van de boeren. Maar hij maakte ook de zwingen voor de paarden. De zwingen? Zwingen. Daar doe je de paarden aan vastzetten om de ploeg te trekken. Ploeg erachter te zetten. Ja, twee scharen of een zwing dat bestond. Kon één paard zijn, maar kon ook twee paarden zijn. En er zat nog, toen Piet Zevenberg die zaak overnam, toen zat er nog één zo'n balk boven in het rek. Toen zei ik tegen Piet, joh, wat is dat nou? Hij zei, nou, dat is een boer die hij niet betaalt. Echt waar? Ja, maar goed, dat was een man die hier ook op de Oude Sluis één keer in het jaar de rekeningen uitschreef. En daar stond er op een bandje om een klomp gelegd of wat ook, dat stond helemaal uitgeschreven. Dat was Ooi van Rees. Eigenlijk ook een secondant van Kees Pierneef. En daar aan de andere kant, daar zat Steenbergen. Ja. En Steenbergen was vroeger, die werkte als smidsjongen aan Bommerskous. Die is hier voor zijn eigen begonnen. Na de oorlog kwam de reorganisatie in de landbouw. En toen kwamen de trekkers van de Marshall Hulp. En daar is hij in groot geworden. Hij heeft wat is met dat bedrijf gebeurd eigenlijk? Ja, uiteindelijk is dat, ze zijn vroeger draineermachines gaan bouwen. Maar ja, de activiteiten die zijn eigenlijk gestopt op het moment dat er goede leiding wegviel. En dan gaat het achteruit. Ja, waarom noemen ze die Pierneef burgemeester Pierneef? Was hij echt nou, dat was hier. Dat was hier een aparte kolonie. Zagen jullie dat ook zo vanuit Klaaswaal? Echt, nou, dit is een buitengebied? Ja, nou, mijn schoonvader die kwam hier ook vandaan, hè, van de Oude Sluis. Van, die werkte bij Kovendijk, die boer die daar aan de overkant zit. En die had altijd een berg van verhalen over de Oude Sluis. Want hier hadden ze eigen regels. En dat was ook wel eens zo dat ze, ik heb wel eens horen zeggen dat ze vochten met de Middensluis. Dat deden ze hier op de Oude Sluis. Vechten? Ja, met stenen gooien uit de trambaan. Zo. En hier in dat huisje achter me, daar schuin op, dat eerste huis, daar woonde Jaap Koster. Dat was van Zaal. Ja, daar hebben jullie het ook wel eens over gehad. Ja? Daar gaan we straks even naartoe. Want er heb ik nog wel een verhaal, dat is wat meer omvangrijk. En Jaap Koster, zijn moeder zat nog in het café, in 1949. En toen is hij verhuisd daar vandaan, van het eerste huis, naar café en wij, mijn vader en mijn moeder en wij zijn verhuisd hier in zijn huis. Oh echt? Ja, in 1949. Juist. En dat was de Oude Sluis. Moeten we even, nou moet je of helder praten, of we zeggen even niks, want er komt een trekker hier voorbij gereden. Ja, want, ja, het werk gaat gewoon door, hè, met de boeren, op het droge land nu. Ja, het is hard droog. Ja, het is echt droog, ze moeten nodig sproeien inderdaad. Daar, het laatste wat ik dan hier nog zeg, daar net voorbij, daar achter. Achter het Witte Huis? Ja, achter het Witte Huis, daar staat nog een soort schuur. Dat was vroeger een kerk. En dat kerkje, dat was op zaterdagavond. En Jury, dat was een soort notarisachtig verhaal. Die woonde daar in dat grote huis. En dan kwam zondags, of zaterdagavond was de kerk, en er kwamen twee vrouwen.
Die kwamen lopen van die Bijland hier naar de kerk op zaterdag. Echt waar? En op wat voor tijd spreken we nou, Arie? Welke jaar het ongeveer? 60 jaar geleden. 60 jaar geleden, ja. Maar met weer en geen weer maakt hij uit, dan kwamen ze gewoon. Nee, alle lopen. Want de oud-gereformeerde gemeenten, die doen dat ook nog steeds volgens mij. Die gaan ook niet met de auto naar de kerk. Die gaan ook door weer en wind. Maar we rijden nou straks de Schenkeldijk uit. Dan vertel ik nog even wat bij het voetbalveld. Oude voetbalveld. Het oude voetbalveld. En dan zal ik ook nog wat zeggen over het kerkje wat er aan het eind van de Schenkeldijk stond. Want dit kerkje staat daar nog iets van? Of is nee, het nee hoor, dat is helemaal privé geworden en particulier. Ja. Alleen die dochter van Jury, die woonde op Nieuw-Bijland, die is nog maar een maand of een ding geleden overleden. Oké. Nou, we gaan de bus in en dan gaan we verder de dijk uit. Overigens was dat ook de verhuurder van de woning waar ik mijn vrouw heb leren kennen. Kijk. Dat ging 60 jaar geleden vlugger, hoor. Hoe oud ben je nou, Arie? 83. Hier aan de rechterkant heb je dus het spul van een hartig. Dan zie je die pijp staan. En die pijp, dat was vroeger van de appeltjesdrogerij. Waarvoor deed je dat, appeltjes drogen, dat was na de oorlog was dat ook een beetje een begrip geworden. En daar is die gebouwtjes die daar staan, dat zijn de gebouwen waar de appels gedroogd werden. En de schoorsteen staat er nog. Alles is eigenlijk nog intact, behalve de machinerieën, die zijn eruit. Maar wat deden ze met die appeltjes dan? Gedroogde appels werden dus verkocht. Die werden, ik denk nog zelfs voor export, hoor. En ook consumeren gewoon, Arie? Ja, dat was gedroogde appeltjes, maar dat hadden particulieren had ook. Die droogden ook altijd appels. Juist. Zoete appels werden altijd gedroogd. Er werden zoete appels gebakken, was het toch? Wat zeg je toch? Er werden zoete appeltjes gebakken, toch? Ja, nee, zoete broodjes. En zoete broodjes. Ja. Jij hebt wel lekkere appelwangetjes, Tom. Een bruine, lekker, bruine bonen met spek en, gedroogde appeltjes. Ja. Dat was een begrip hier. En als je hard moest werken, dan gaf dat ook een flinke bodem. En hoe heet deze dijk? Dit is de Schenkeldijk. De Schenkeldijk. En hier aan het eind van de Schenkeldijk, daar staat een huis, dat was vroeger een kerk. Dat was de gereformeerde gemeente. En die kerk die is gekocht. Dat was een sigarenfabriek. Heel vroeger, dat was voor mijn tijd. En mijn opa, die heeft samen met nog een ander dat kerkje gekocht, of in ieder geval meegekocht, om er een kerkgebouw van te maken. Dus dat was zeg maar de sigarenmakerij werd omgedoopt tot kerkgebouw. Zat daar ook een dominee-koster in het verleden? Ja, koster, ja, maar dat is later geweest, daar bij die andere kerk. Daar zou ik ook een verhaal over kunnen vertellen, maar dat doe ik niet via de versterking. Want dat is niet verstandig. Nou, dat is een beetje schrijnend. Maar goed, dat doet er niet zo toe. Hier hebben we, zo dadelijk krijgen we een parkeer. Zone. Als je daar even in gaat staan, dan vertel ik nog even iets snel over de voetbalvelden. Nog een stukje door, Arie? Of? Ja, waar die inham is om te passeren. Oh ja, bij die passeren inham gaan we even stoppen, Kevin, want daar zijn we bij het oude veld van SSS. SSS, waar staat dat voor? Sport staalt spieren. Oké. Wist je dat niet, Wim? Ja, dat wist ik wel, maar ik wil het graag uit de mond van mijn kinderen horen. Kijk, als jij het vertelt, dan geloof ik er niet van. Hier even stoppen als je wil. Want hier hebben we nog steeds de ingang van het land. Dat was de ingang naar het sportcomplex van SSS. En hoe lang geleden is dat, Arie, dat nou, er nog was? Dat is na de oorlog zijn ze hier naartoe gegaan. En die boer die vroeg 500 gulden per jaar voor de wei. En dat, hier bij de dam, daar stond de oude keet, daar werd natuurlijk
na de derde helft gedaan. Lees je dat toen ook al? Toen al, ja, ja. En hoeveel velden lagen er toen, Arie? 1 veld. En het lag hier 100 meter van de dijk af. En dan moest je zaterdags, de mensen die niet werkten op zaterdagochtend, die gingen daar de koeienpoep weghalen, want die moest geruimd worden. En de lijnen gezet worden. En dat was het dan. En trainen, dat deden we ook. Ik voetbalde ook al toen. En dat was, er was geen verlichting, dus dat deed je in het donker. En dan was het alleen maar conditietraining. Hardlopen, rondjes maken. Bij maanlicht. En tot welk jaartal hebben ze hier dan gevoetbald? In 64 zijn we naar Kozwaal gegaan, naar het dorp. Juist. En heb je zelf in het eerste gespeeld ook? Nou, ik heb nog wel een paar keer met het eerste meegedaan. Want ik mocht helemaal niet voetballen. Van wie niet? Vanwege het geloof van mijn ouders. En deed je dat dan stiekem, Mario? Die gingen hier in de kerk, daar heb ik ook mijn opvoeding gehad, hier op de hoek van de Schenkeldijk. In de Gergen. Wat zeg u? In de Gergen. Ja, maar ik ging voetballen en een vriend van me, Bert Tros, een goede voetballer geworden van, die speelde dus in het eerste. En die nam mijn kleren mee. En zijn moeder heb anderhalf jaar, bijna 2 jaar, mijn kleren gewassen en mijn schoenen schoongemaakt en zo. En toen moest ik een keer met het eerste mee doen, toen had ik een doelpunt gemaakt en toen kwam het in de krant. En toen las mijn moeder, het ging in het Hoekse Waard, in het Hoekse Suffertie noemden ze dat, hier aan de kerkie. Hier heb ik mijn opleiding gehad. Hier bij het Witte Huis aan de rechterkant? Ja, dat was het kerkje van de gereformeerde gemeente. Juist. En die kerk die staat nu straks aan het eind van de dijk hier aan de linkse kant. Maar hoe reageerde je moeder, Arie? Nou, dat weet ik niet meer. Want ik was afvallig natuurlijk. En dat ben ik, ja, ik had daar geen respect voor. Maar wat wel een rol speelde, was dat het je leven bepaalt natuurlijk. En ik heb geleerd, omdat ik ook wethouder was, en dan mooi iedereen in zijn waarde laten. Ja. Maar dat is wel eens lastig. En dat snap ik. En dat mooi leren. Maar heb je moeder het later begrepen? Nou, toen ze het eenmaal wist, toen is ze mijn kleren gaan wassen. Maar die mochten niet gedroogd worden in het zicht van de ander. Dus die hingen ze achter de schuur aan de heining langs de haven. Maar daarvoor, Arie, want het is een kleine gemeenschap, daarvoor wist niemand dat je voetbalde. Nou, ze noemde mij een speler zonder vaste woon- en verblijfplaats. Ja, je lacht erom, maar achteraf besef je pas hoe lastig dat was. Ja. Want liegen, dat is moeilijk, weet je dat? Ja. Maar in deze tijd had dat nooit meer gekend, Arie. Want nou, met niet, die spelers passen nou, en... Nou, niet meer. Maar ja, goed, ik was natuurlijk... Want de boekhouding bij de voetbal was er ook al zo op afgestemd. Ik betaalde gewoon contributies. Was geloof ik, ja, 50 cent per week of zoiets, of nog minder. En dan, maar dat werd gewoon geregeld. Maar ja, nogmaals, officieel moest dat natuurlijk, ja, toch min of meer verborgen blijven. Maar want we begrepen dat je al 60 jaar het Rad van Avontuur doet bij SSS. Dat heb je niet meer daar dus gedaan? Nee. Dat is echt wel begonnen. Dat is de 64 daar begonnen. Oké. Okay. Arie, waar rijden we nu? Ja, hoe lang hebben we nog tijd? Nou, we hebben nog een half uurtje. Oh. Nou ja. We komen nu op de kruising aan bij Van Steensel en. Ja, dan moet ik op Schans even stoppen, dat ga ik wel vertellen. Op het Schans gaan we even stoppen, Kevin. Dat is hier op de, ja, de kruising. Ik denk dat hij. Ja. En hier staan nog wel een hoop oude panden, hè? Ja. Ja. Als hij hier even rechtsom kan, dan kan hij wel in die hoek blijven staan, denk ik. Ja, zet maar een beetje neer, dat is toch een drukke.
Ja, nou zijn we. Nou, we kunnen misschien beter even binnen blijven zitten. Hebben dat geluid van de omgeving ook niet. Als jullie gelijk is hoor. Nee, prima. Dan zet ik mijn pet af, dan is het niet zo moeilijk. Hier zijn we op Schans. En moet je je voorstellen, hier op Schans hadden vroeger 4 cafés. En de ene die stond hier net voor de dijk inging. Dat was Van Piek. Dat is afgebroken. Op de hoek daar was Bieman. Hier beneden, dat was Jaan van Katen. Jaan Pegels. En die woonde daar met de zus Ant en de broer Piet. En dat was de goedkoopste kroeg van Schans hier. En hier naast ons, links, was het Wapen van Holland. En dat was gereserveerd voor de meest meer gegoede. En er was zaterdagavonds altijd dansen voor de boerendochters en boerenzoons. Daar mochten wij niet komen. Dat was hier. Maar daar beneden, bij Jan van Katen, dat was nog een café met zand op de vloer. Heb je er wel eens van gehoord? En daar heb ik mijn eerste biertje gedronken. En als hij wegging, dan zei ze altijd, thuis geen avond en denk om de plank. En maar denk om de? Om de plank, want er lag een slouw. Was vroeger nog geen riolering natuurlijk. Ja. Dan lag er een slouw en daar liep dan dat vuile water zo'n beetje doorheen. En er lag een plank overheen en dan kon je zo naar binnen toe. Dus dan zei ze, thuis geen avond en denk om de plank. Maar er was niemand die natuurlijk thuis geen dag zei. Nee. Maar wat betaalde je vroeger voor een pilsje? Nou, ik ben met donkerbier begonnen, dat kostte een kwartie. En de pils, oranjeboomhassen, dat was 30 cent voor een pijpje. Ja, hoofdpijnbier. Ja, maar dat denk ik dat ik daar vroeger last van had. Maar dat moest je voor 12 uur thuis toch zijn, Ari? Ja, maar mijn moeder zei er nooit een datum bij. Nou ja, dat moest ik natuurlijk, maar dat gold eigenlijk voor veel jonge lui die tegenwoordig dan gaat iedereen naar een café open en bloot. Maar dat was vroeger ook een beetje anders natuurlijk. Je ging dat mee stiekem, het was zelfs hier bij Jan van Katen kwamen klanten, die zetten de fiets binnen. Dat ze niet gezien werden? Daar komt bij Jan, ja. En Adi, hier staat aan de rechterkant, als de cameraman het ook ziet, er staat een vrij oude, is dat een oude hoeve? Ja, van Vliet. Familie van Vliet, dat er jarenlang gewoond, zolang als ik weet. Nou zit Harry van Vliet, die is ook van mijn leeftijd trouwens onderhand. En wat hebben die geboerd? Gewoon boeren, jongens. Boeren. Gewoon koeien? Nou, koeien, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze hadden wel land. En ik weet niet dat ze koeien hadden, want ja, die oorlogstijd, ik ben hier achter in de dijk geboren, in de hutten. Daar leg eigenlijk mijn roots tot na de oorlog, zeg maar. Want ja, je kwam lopen naar school en lopen naar de kerk op de hoek van de Schenkeldijk. En dan had je het gehad. En toen het oorlog werd, is in 1944 een school gevorderd. Die stond ook aan de dijk hier. En toen kregen we thuis werk, net als nou. Wij moesten thuis rekenen en taal en lezen. En dat verzorgde mijn oudste zus elke week. Dus ja, in de eerste jaren van de oorlog kwamen hier niet zoveel. Rij nou maar door naar Koster. Hey, Arie, we zetten nou met deze hoeve, zeggen we. Maar wij hebben begrepen dat vroeger, toen Numansdorp er nog niet was, de buitensluis en dergelijke, dat de haven eigenlijk tot hier heeft gelopen. Ja. Klopt dat? En je kon zelfs nog hier achter, want toen was deze weg er nog niet, de havenweg, dat was de officiële weg. Doorlopend. Nou gaan we naar Koster, hè? Ja, we gaan naar Koster, maar die haven die heeft tot hier achter gelopen, toch? Ja, en dan kon je hier ook nog onderdoor, want er zat daar ook nog een wagenmaker. Er konden kleine scheepjes nog komen. En ik heb nog oude foto's te leggen, nog gewoon kleine scheepjes. Die gingen dan tussen, bij de oude sluis konden ze ook onder de weg doen. Dat was zo'n geweldig verhaal. En ja, naar Numersdorp toe ook natuurlijk. Ja. Die konden nog buiten komen met de schepen. Ja. Een oude wijkgebouw. Ja, dat is hier. Wat is dat voor een soort gebouw?
Dat is Groene Kruid later. Later Groene Kruid. Je mag wel op parkeerterrein gaan staan hoor. Zo Harry, dan zijn we ja, het voormalige, ja. Tegenwoordig Eetse. Bekend terrein hoor. Ja, ben je veel geweest? Ja. Heb je hier ook al een borreltje gedronken? Tientallen jaren. Ja, en wat ging je hier dan doen, dat Harry? Dat kan ik niet uitleggen, maar... Dat kan ik niet uitleggen, want dan zou je echt erover vallen, denk ik. Ja, echt? Nou ja, dan moet natuurlijk de jaren allemaal op elkaar stapelen. Als ik vroeger naar dienst ging, dan moest ik hier opstappen. En dan kregen we altijd een pakje check en een pilsie van Jaap Koster. Ja. Dat was ook Jaap Koster. Maar laat ik beginnen. Ik zei net... Even een beetje naar voren. Ik zei net, Jaap Koster was natuurlijk meer dan alleen maar een verzetstrijder. Ja. Je moet je voorstellen, op Klaaswaal had je vergunningen voor 8 cafés. Of wat erop leek. Ik heb er net 4 aangewezen op Schans. En dit is 5. En dan stond er aan de Molenrek nog één en op de Driesprong. Maar Klaaswaal stond bekend ooit als de gemeente waar op zondag de cafés open bleven. Enigste gemeente in de Hoekse Waard waar op zondag de cafés open waren. En hoezo mocht dat? Dat noemden ze lombok. Dat betekende dat het niet zo netjes was natuurlijk. Hoe noemden ze dat? Lombok. Lombok. Maar, wat betekende er nog meer? Je had hier een agrarisch gebied natuurlijk. En al die boeren hadden koeien en kalveren. En het verhaal wil, als er een kalf niet wilde drinken, dan zetten ze met zijn kop naar Klaaswaal en dan dronk hij. Ja, dat lijkt grappig, maar ik bedoel, het werd voor waar verteld natuurlijk. Ja. Oh, vandaar dat Ton ook trainer is bij SSS. Ja, ik ben gauw hierheen gekomen. Kijk, dat verenigingsgebeuren, dat heeft op Klaaswaal altijd een heel hoog puil gehad. En als ik hier achter me kijk, Zaal Koster was het centrum van de activiteiten van verenigingen. En de les heb hier, ze hebben uitvoeringen gegeven, maar ook het Rode Kruis. En je kan er dat niet bij bedenken, dat is allemaal hier gebeurd. En trouwerijen en nou ja, kortom, het was natuurlijk een etablissement wat zijn weerga nauwelijks kende in de buurt. Hè? Ja. Met de nodige voorzieningen. Je had hier, dat was in de herfst, was dat de P-hoop. Hè? Daar werden de suikerbieten geleverd en de tram die liep hier langs. En daar werden ze dan ingedragen met de mand. En zo functioneerde dat. Maar wat gebeurt er nou? En dat is dan Jaap Koster. Die zat ook in de gemeenteraad. En de voetbalvereniging, die moest daar weg, waar we net gestaan hebben. En de gemeente, die werd erbij betrokken om te kijken naar een andere plaats. En Jaap Koster, die zat hier natuurlijk, die woonde hier al en werkte hier. En hier aan de overkant, daar lag een weiland. Dat was van de familie Boy. De familie Boy, die woonde daar aan de Molendijk. Die hadden hier weiland, hier het stuk. En daarachter lagen nog 3 stukken. Daar zag Jaap Koster brood in. Die denkt, als daar die velden komen, een tunnel onder de weg door. Dan heb ik hier de kantine. Kranten in mijn baan hier terecht. Hij was een tijd ver vooruit, want dat café wat het nou geworden is, dat restaurantcafé, dat had hij al getekend of laten tekenen. Ik heb later die tekening gezien en meegekregen. Misschien heb ik hem nog wel ergens liggen. Dat betekende dat hij zo voortvarend was om toen al mee te denken van wat zijn nou mogelijkheden voor een voetbalvereniging als Klaaswaal. Dus Jaap Koster heel belangrijk geweest voor Klaaswaal. Absoluut. Maar er was nog wat. Want op zondagavond, er stond altijd een pan met ballengak. En dan kwam er een vrouwtje, die woonde later bij mij naast. Die mocht dan komen, die kreeg de rest mee naar huis. Gratis. Het was ook een goed mens, zo tot. Absoluut. Absoluut. En hij is natuurlijk, hij heeft lef getoond tot aan zijn dood. Want je moet lef hebben om van de Haringvlietbrug af te springen. Dat heeft hij gedaan. Maar Adrie Boot,
dat was een man die had die in het verzet ook meegemaakt en was een van zijn trouwste vrienden. Heb persoonlijk tegen mij verteld, Jaap Koster heeft lang niet alles verteld. Hij heeft een aantal dingen gedaan die hij meegenomen heeft in zijn graf. Ja. En daar zijn we nooit achter gekomen natuurlijk, ook wij niet, zei Adrie Boot. Ja. En dat mag je ook zo uitleggen. En daarom zeg ik, de familie Koster was eigenlijk, wat dat betreft, ook Dick Koster was natuurlijk een dirigent. En er was hier een bloeiende vereniging, muziekvereniging naar Langstreven, muziekvereniging Juliana. En toen kregen ze dus de mogelijkheid om een eigen gebouw te hebben. Want hier bij Koster kon het niet meer. De ovenruimte was te klein. In school kon het niet, want het was te klein. En akoestisch was het gymnastieklokaal van de openbare school niet geschikt. Toen hebben ze een plan gemaakt met een gebouw waar beide verenigingen in zouden kunnen functioneren. Onder één kap, maar wel met alles apart. Dat is uitgetekend niet gedetailleerd, maar wel in de vorm. En NLS, ja, die voelde daarvoor, maar Juliana die kon het niet betalen. En toen is dat niet doorgegaan en toen heeft Juliana, die hebben een muziekgebouw op het bedrijventerrein mogen bouwen van de provincie. En NLS, die heeft naast een sportzaal mogen bouwen. En die muziekverenigingen, die kregen bij de vorige herindeling, dat is in 1983 geweest, van de gemeente 150.000 gulden. En een renteloze lening van 75.000 gulden, dus aan 225.000 gulden beschikbaar, om een eigen gebouw te stichten. Dat hebben ze ook gedaan. Of ze die achtergestelde lening terugbetaald hebben, weet ik niet. Nee. Arie, kwamen hier ook mensen uit bijvoorbeeld Rotterdam? Jawel. Die de zaakkosten kwamen? Jawel. Ja? Er was hier elke zaterdag aan het filmen. Kwamen ze uit heel Doekswaard naar de film. Ja, maar ook uit Rotterdam. Nou ja, dat zou best wel. Ja, er was natuurlijk wel min of meer verkeer, maar niet zo in de vorm zoals dat nou is natuurlijk. Nee. We hebben net Gapie ontmoet. Die heeft Nieuwland hier natuurlijk gehad. Gabriel Veld, ja. We hebben nu natuurlijk Eetse. Ben je blij dat het weer iets is waar... Ja, vanzelf. Wat ja, mensen trekt. Het is nou vervelend natuurlijk deze periode, maar het functioneerde best wel goed hoor hier hoor. Ja. Ja, het is natuurlijk een prachtige accommodatie. En kijk je naar je parkeervoorziening, ja, dan heb je natuurlijk ideale plek. Ja, en zeker. En dan nog even terug naar Jan van Katen. Want dat was iets wat natuurlijk het knijpje was, hè? Ja. Stiekem, stilletjes, ja. Maar wel, ze was wel streng. Je mocht niet denken dat als hij dronken was, dan kreeg je niks van haar. Ze deed de glaasjes afvegen met haar schort. Ze had een paar schorten over elkaar aan en die werden misschien niet zoveel gewassen, hoor, dat weet ik niet, maar in ieder geval, toen ze niet meer verder kon, is ze naar een Briel gegaan, in een verzorgingshuis. En omdat ik wethouder was van de gemeente, ken ik dat weten natuurlijk. Ze heeft nog 8 jaar van haar eigen geld in dat huis gezeten. Okay. Daar was ook geld van mij bij natuurlijk. Ja, ja. En dan gaan we nog even naar Herpie Lagerweg. Dat heb ik gezegd aan die kapper. Hebben die tijd dan nog? Die kapper die woonde daar aan de Kerkstraat. Daar kennen we nou met de bus niet naartoe, want dat is te druk. Ja. Het huis, de zaak is ook afgebroken. Maar in die scheerwinkel, er was op zaterdagmiddag, was het alleen maar scheren. En er werd enorm veel gepraat. Iedereen ging op zaterdagmiddag daar over de tong. Weet je wat dat betekent? Ja, 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 tuurlijk. Geroddeld. En er werd geroddeld daar. Absoluut, absoluut. En als ik heb je verteld dat ik er soms wel eens mocht binnenkomen, als kind, 14, 15 jaar, genoot ik
van de discussie die er was, want er zaten 10 of 15 of 20 mensen, soms tegen de 20, want ik moest wel eens op de grond zitten. Maar wat je daarvoor verhalen hoorde, dat zo uitzonderlijk, als ik die moest gaan vertellen, dan stonden we weer morgen nog. Ja, dat snap ik. Dat snap en, ik. En dat betekende dat zo'n kappersalon, noem ik het nou maar, een enorme waarde had. Ja, ja. Maar er was nog wat. Later kwam er een groep mensen die noemden zich de lachende scheerkwast. En wat betekende dat nou? De lachende scheerkwast die zorgde ervoor dat er altijd een fles jenever was. Daar komt een vliegtuig over. Dat er een hapje was. En om 5 uur zaterdagsmiddags, dan werd er altijd geschonken en wat gegeten. Ja, joh. Ik ben er ook fout de voetbal vandaan ook wel eens aangeland. En wat later thuis gekomen? Wat zeg je? Ik zeg, en wat later thuis gekomen? Ja, nou ja, goed, mijn vrouw die wist dat eigenlijk wel ook hoor. Maar het was natuurlijk gewoon een bijeenkomst. En op 24 december 1983 bestond Harmpie, was hij 60 jaar kapper. En hij wist nergens van. En toen heb hij lachende scheerkwast, onder leiding van Blijderup, Heemar en weet ik allemaal. Die hebben geregeld dat er een draaiorgel 's ochtends om 9 uur voor de deur stond. En hij wist dat niet natuurlijk, want hij had in de loop van de dag gezegd, ik wou die opdonderen. Maar ja, hij wist niks natuurlijk. Ja. En om 3:30 's middags kwam college van BMW, burgemeester Kostanje, Tine Schelling en mijn persoontje in ornaat bij hem binnenstappen. En is hij door de burgemeester gehuldigd met een, ze hadden er ook een medaille laten maken voor zijn 60 jaar. Ja, en dat liep eigenlijk helemaal uit de hand natuurlijk, want er zat erin, die was net ingezeerd om geschoren te worden. Volgens mij is hij zo opgedroogd, maar dat, ja, ik kon half geschoren naar huis. Het is bijna niet te vertellen als je het niet meegemaakt hebt. Nee, dat snap ik. En, maar dat was in feite het traditionele gebeuren van de mensen op Klaaswaal. En er waren enorm veel verhalen. Kijk, ik heb net van die familie Boy, Leen Boy, dat was een man, ja, hij had een hekel aan werken. Weer een vliegtuig. Hij had een hekel aan werken, maar toch, op een gegeven moment reed hij met een paard achter de fiets de dijk uit. Hij had er daar nog een weiland. En toen werd hij aangehouden door de politie. En hij kreeg een bekeuring. Hij kreeg een bekeuring omdat je mocht niet meer een paard fietsen. Je moest je lopen. Ja, 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 ja. En weet je wat hij zei tegen de politieagent? Hij zat net nog achterop. Mooi afsluiten. Ja, mooi man. Ja, en dan nog één van Henk Prins. Hendrik Prins heette die. Dat is een stroper. En die dachten ze dat ze betrapt hadden met stropen. Die kwam van Bommelskous. En die was naar huis gegaan met haas en het geweer. En dat gooide hij in de regenput. Regenput stond buiten met zo'n klep erop, weet je wel. Hij vroeger. En ja, hij had er geen bewijs. Maar hij was wel voor kantongerecht. En het blijkt zo te zijn, dat heb ik van overlevering. Hij werd vrijgesproken. En hij gaat overeind. Hij knikt naar de edelachtbare. En hij zegt, edelachtbare, vest op prinsen geen betrouwen. Want hij heette Hendrik Prins. En dat was, ja, eigenlijk legendarisch. Ja. De sfeer die in zo'n gemeente, en zo zijn er tientallen verhalen te noemen. Ja, ik weet er natuurlijk veel. Ik had er ook nog wel over andere dingen. Want ja, prachtig, omdat Arie. Je actief meedoet. Ja, ik snap het. Arie, ik vond het geweldig om jou hier in de bus te hebben door Klaaswaal. En helaas, qua tijdgebrek kunnen we het niet langer maken. Maar ik vond het geweldig, wat een mooie verhalen dat je ons hebt weten te vertellen hier over Klaaswaal. Het is nog lang niet alles hoor. Nee, dat snap ik. Dat hebben we overal. Hè. We willen blijven gaan, maar ja. Ja, we hebben tijd.
Wat ik er nog van wil zeggen, ik denk dat elk dorp zijn bijzonderheden heeft. En dat ontmoet je wel. Maar de tegenstellingen, of in ieder geval karakteristiek, is dit dorp voor mijn gevoel echt iets aparts in de zin van de positieve elementen die erin zitten. Ja. En ja, dan, mooi. Ik vind het mooi dat je Klavaal zo uitdraagt, Ari. En nou ja, zo zullen de kijkers het ook gaan beleven. Ja, Wim, en wij moeten bijna weer afscheid gaan nemen van weer een aflevering Gunter Wijd, aflevering 8 alweer die we gemaakt hebben. Ja. Maar we moeten nog de prijswinnaar bekendmaken. Wim, heb jij dat allemaal uitgezocht en aan het rad weer gedraaid wie de prijswinnaar van vorige week is geworden? Dat heb ik gedaan, maar dat doen we straks pas als we in Westmaas zijn. Als we nog even in het busmuseum van onze chauffeur vandaag, Kevin, zijn. Daar gaan we nog even. En daar gaan we het verklappen wie de winnaar is en de nieuwe prijsvraag. Helemaal goed, helemaal goed. We gaan weer richting de bus. Dan gaan we je thuis brengen, Arie, bij de auto. We zijn weer de plek van bestemming waar we gestart zijn, Wim. Nou, we zijn in de Bedum. In de Greppel gestart, zeg maar. Dat was hier vlakbij. We zijn in Bedum geëindigd, daar zijn we opgepikt. En nu zijn we eindelijk weer terug. Ja, met onze chauffeur Kevin. Kevin, kom je er even uit? Ik kom erbij. Hij zag ons een aantal weken geleden. Toen we daar in Peace Hill met Frans de Buk. Ja. Toen we daar reden. Even nog even Frans de Buk, die bokkenpootjes waren lekker. Hè? Zo, nou ja, die zijn ik lekker. Ik heb mijn bokkenpootjes erbij opgegeten. Ja, het is te zien aan je dikke pens. Maar het is, ze waren wel lekker. Maar jij zag ons daar natuurlijk, wij kwamen langs rijden langs de molen daar zo. Ja, dat klopt. Ik denk, wat zijn ze daar nou allemaal aan het doen? En die vrouw die daar, waar ik toen op dat moment mee stond te praten, die wist te vertellen dat het over jullie ging. Dus toen hebben we s'avonds de laptop eens opengeklapt en zijn we eens gaan kijken. En complimenten, hartstikke leuk. Ja, vind je het leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik vind het echt hartstikke leuk. En toen was je zo enthousiast dat je denkt, van die gaat die jongens eens opzoeken als ze ergens dronken in een greppel liggen. Ja, nou ja, kijk, toeval bestaat niet natuurlijk. Dus ja, dan trekken jullie maar weer uit de greppel vandaan. En ach ja, dan heb je er toch weer een leuke dag voor terug, toch? Ja, ja, hij reageerde eigenlijk de dag daarna al gelijk van, joh, zou het wel leuk zijn om met een oude Z2M-bus of zoiets te doen? Dus ja, toen met jullie overleg van, jongens, gaan we dat doen? Nou ja, hartstikke leuk. Hè? We willen elke uitzending wel een apart voertuig hebben. Nou ja, hoe apart is dit, Kevin? Want we staan hoe oud nu, is die eigenlijk, die bus? Deze bus is van 1982. Hij is zojuist 38 geworden. He, dus hij is nog net geen officiële oldtimer. Maar hij is dus wel dusdanig gerestaureerd dat hij gewoon nog een aantal jaren mee kan. He, want daar zijn wij voor, want wij zijn van Streekbusmuseum Hoekse Waard. En we zijn helaas nog geen fysiek te bezoeken museum. We zijn wel een rijdend museum. Dus de bussen zijn te huur voor bruiloften en voor rondritten en allemaal dat soort dingetjes. En we hebben er drie staan en ja, de ene die zijn we nou echt helemaal aan het restaureren. En als die klaar is, gaat deze juist weer in de revisie. Wat ga je ermee doen dan? Deze die wordt helemaal uit elkaar gehaald, optisch zeg maar. He, want hij begint tussen de ramen begint hij slecht te worden en allemaal dat soort kleine dingetjes. En eigenlijk krijg je nu de dingen zeg maar, die je in de openbaar vervoertijd had. Of tenminste juist niet had, zeg maar. Die heb je nu dus wel. Hè? Net zoals rubbers. Die gaan uitdrogen. Ja, maar die gaan normaal gesproken een openbaar vervoerperiode gaan die mee. Ja. Hè? Dus daar hadden ze dan geen omkijken naar. Maar nu, anno 38 jaar later, krijg je daar wel mee te maken. Hey, en met hoeveel mensen doen jullie dat hier, dat onderhoud en dat gebeuren? Ik heb hier 8 vrijwilligers lopen. Die vinden dat leuk om aan die bussen te sleutelen. Het zijn ook eigenlijk allemaal buschauffeurs. Of ex-buschauffeurs, want er zitten ook een paar gepensioneerden bij. Alleen maar van de Z2N of ook van de RET? Nee, wel van Cubus uit de Alblasser Waard. En ja, veel ook van Connection hier in de Hoekse Waard. En, en dan heb je natuurlijk nog een clubje van het ene clubje rijdt veel en het andere clubje sleutelt weer veel. Leuk. En dat zijn toch de dingetjes, want ja, weet je, het is ooit met één bus begonnen. En toen dacht ik van, nou, dat doe ik zelf wel even. Maar inmiddels staan er drie.
Mag, mag ik vragen hoeveel zou je betalen voor zo'n bus? Nou ja, dat is maar net wat de gek ervoor geeft. Want economische waarde hebben ze niet meer. Je mag er natuurlijk in principe de steden niet meer mee in. Want het is gewoon euro nul. En ja, wat betaal je ervoor? Kijk, we hebben 2 bussen geschonken gekregen en 1 hebben we er gekocht. Dus ja, weet je, als jij dus als museum zijnde interesse hebt in die bus en de ex-eigenaar vindt het belangrijk dat de bus behouden blijft, ja, dan gaan ze al gauw overstag, zeg maar, om te zeggen van nou, hier heb je hem, maar op voorwaarde dat hij weer gerestaureerd wordt. Ga je er ook een airco'tje in bouwen? Nee, dat hoort er niet in. Dat hoort er niet in, Wim. Nee, uit het tikken. Gehad vandaag? Nee. Ik, dat was goed te doen, toch? Ja, zeker. Raampjes open. Dat was heerlijk. Het was leuk. Johan had het nog veel beter. Hij stond de hele tijd met zijn hoofd lekker boven het raam. Ja, maar Johan heeft sowieso weer een makkie gehad vandaag. Ja, echt waar. Man. Nergens tegen opgelopen. Nee, joh, kijk, normaal maakt hij de bloepers van ons. Maar al hadden wij vandaag nou gefilmd. Zijn poten liggen open. Dat zijn geen benen meer. Dat zijn poten. Hij is bij Van Wanrooy is hij door de bosjes gelopen. Het hij zijn de muur aangelopen. Ja. Hij zijn lantaarnpalen. Aangelopen. Het maakt allemaal niet uit, Johan. Je hebt het zal vast wel weer geweldig worden wat je straks gaat monteren. Een viertje waar je allemaal tegenaan gelopen hebt. Maar Wim, we hadden nog een prijswinnaar van vorige week. Of 2 weken geleden. 2 weken geleden. Waar Wim vorige week? Ja, weet je nog wat de vraag was? Ja, waar de schrijver, uit welk boek was die voor toen we in Schravendeel waren? Ja. En wat is het goede antwoord, Wim? Dat is Rivieren. Het boek Rivieren. En jij hebt weer aan een grote rad gedraaid, hè? Ja, en ik ga hem even opzoeken. Ik zal hem even draaien, zo aan het rad. Dan blijf je hem even draaien. Ja, want dat... Ja? Ja, en draaien, draaien. Heb je hem? Ja. Heb je hem? Ja. En de winnaar is... Dat is Evert Redijk uit Schravendeel. Evert, van harte gefeliciteerd namens Gunter Wijd. Je krijgt de bon van de 3 lelies. De prachtige bloemenbon krijg je opgestuurd. En je kan een prachtige bos bloemen op gaan halen, hè? Ja, maar natuurlijk hebben we ook een nieuwe prijsvraag. En ja, hij is eigenlijk wel makkelijk, hoor. Maar wat zijn de voornamen van de gezusters van Wanrooy? Nou, de blonde en de donkere. We zijn nieuwsgierig. Je kan die antwoorden natuurlijk weer een bericht sturen naar Wim privé, naar mij privé of naar Johan privé. En doe het nou niet op de algemene site, want het gebeurt nog steeds. Doe het nou niet op de post. Dat is allemaal veel te makkelijk, want dan ziet iedereen het. Dus. Ja, en Wim, ik vond het weer een geweldige aflevering. Ja, het was een hele leuke aflevering. We zijn goed verzorgd ook door Kevin. Mooie verhalen vertellers. Echt, de mensen hadden echt aandacht aangeschonken. Ja. Hartstikke leuk. Gewoon monniken verkleed hebben we over de vloer gehad. Mooi weer. Ja, we moeten wel even vertellen, want Johan heeft een betaalde opdracht volgende week. Dus volgende week kunnen we er helaas even niet zijn. Dus we zijn er over 2 weken weer. Dan gaan we Mijn Zeerland en Heine Noord en God zal ik nooit eventjes aan, geloof ik. Ja, even. Die gaan we zeker aandoen. En dan, als het goed is, dan gaan we onder andere in het museum kijken. Streekmuseum. Dus voor nu zeggen wij tot de volgende Gunter Wijd. Bedankt weer. Ik vond het weer een geweldige uitzending. En tot ziens. Doei doei allemaal. Dag.